raakte in een vrije val. Dat is wat mensen ervaren als ze opeens plotseling een knobbel in hun borst voelen. De kansen voor borstkankerpatiënten zijn gelukkig een heel stuk verbeterd de afgelopen jaren. Zowel meer kans om te genezen, maar ook als de kanker niet te genezen is om langer te leven, om een meer kwaliteit van leven te leven. Maar we zijn niet tevreden en we willen beter. Mijn hele denken, mijn hele werken richt zich op borstkanker. Dat betekent dat we helemaal, ik niet alleen, mijn hele team, helemaal de diepte in gaan. En we proberen echt om de patiënt heen te gaan staan met elkaar en het echt goed af te stemmen. En dat geeft ook een warm bad. We zijn hier ook voor de mens en we zijn niet alleen voor de kanker. Het is werk met het hart en dat doen we hier. De afdeling borstkanker is een heel multidisciplinaire afdeling waarbij we heel nauw met elkaar samenwerken. Ten eerste natuurlijk met de verpleegkundige specialisten, met de chirurgen, met de internisten, uiteraard met de pathologen en natuurlijk ook met de radiotherapie. Iedereen weet precies waar de details van borstkanker liggen. Dat zijn met 20, 30 mensen zijn we daarmee bezig. Als we op een bespreking zitten dat met zoveel specialisten bij elkaar voor die ene patiënt bezig zijn, dat is echt uniek. De eerste patiënt zal ik voordragen. Mensen voelen dat onmiddellijk. Als ze de eerste dag bij ons zijn geweest, dan hoor ik dat heel vaak terug zeggen. Ja, bij jullie is alles erop gericht. Iedereen is bezig met de borstkanker. Jullie begrijpen waar het echt om gaat. Ik heb net het lichamelijk onderzoek gedaan. Binnen 24 uur kunnen vrouwen die verwezen worden door de huisarts of door het bevolkingsonderzoek bij ons terecht. Kijk, hebben we hier al een kleine kiste en daar nog een grote. In 95% van de gevallen weten we binnen 1 uur de diagnose. En weet de pathologie ook of het foute of goede cellen zijn. Ik heb het gezien, het ziet er heel mooi glad uit. De onzekerheid, dat vinden patiënten het allerergste. Het wachten op, heb ik wel kanker, heb ik geen kanker. We hebben de uitslag, ik ga hem gelijk vertellen, want het is goedaardig. Patiënten willen duidelijkheid, dus dit is goed en dit is slecht. Maar iets daartussenin niet. En ervaring helpt je daarbij. Het borstkankercentrum is voor iedereen bedoeld. Met elke vorm van borstkanker in elk stadium. Is de wond goed aan het genezen? Ja, ja hoor. Mensen komen hier ook heel veel voor second opinion. En mensen horen dan elders, ik kan niet gereconstrueerd worden. Of mijn oksel kan niet sparend geopereerd worden. En dan blijkt het soms wel te kunnen. En dan zijn mensen ongelooflijk blij. En die denken, ja, daarvoor wilde ik naar het Antonie van Leeuwenhoek. En wat erbij komt, is dat we een heel onderzoeksteam bij elkaar hebben. We zijn niet dokters alleen, we zijn ook onderzoekers. En dat heeft voor het patiënt direct als voordeel dat wij volledig op de hoogte zijn van de nieuwe ontwikkelingen die kunnen spelen. Ja, dit is de tumor waar het om gaat. Dus daarmee zitten we steeds bovenaan en proberen een stap verder te zetten. En zo helpen we om meer te doen waar het nodig is, maar ook minder te doen waar dat verantwoord is. Het is echt geweldig om te zien dat er elk jaar weer ontwikkelingen zijn, elk jaar weer nieuwe mogelijkheden, elk jaar weer verbetering daarmee van de overlevingskansen, maar ook van, wat heel belangrijk is, het verminderen van de bijwerkingen. Ik denk het voordeel voor de patiënt is dat je echt omringd wordt door een team van echte experts. Met heel veel mensen die volledig toegewijd zijn aan borstkanker, is dit de plek om borstkanker te behandelen. Ja, goedenavond allemaal. Van harte welkom bij deze publiekslezing over borstkanker. Ja, we zijn met de film begonnen en we hadden u hier natuurlijk heel graag vandaag live in ons ziekenhuis gehad. Maar ja, de tijd is op dit moment natuurlijk heel anders. Dat zag je ook in de film. Hè. Daar gaf de dokter de patiënt nog een hand. En ja, ten gevolge van corona is dat natuurlijk op dit moment niet mogelijk. Maar het heeft ook een voordeel, want we hebben maar liefst 550 aanmeldingen voor deze bijeenkomst. Dus dat is echt geweldig. En hier in de zaal kunnen we maar 300 mensen hebben. Dus nou ja, dat is dan maar weer het voordeel dat we het vandaag op deze manier doen. Dus nogmaals van harte welkom. We hebben een vol programma vanavond. Ja, we zijn als Antonie van Leeuwenhoek zijn we het grootste borstkankercentrum in Nederland. Dus we doen hier zorg, maar ook onderzoek. Daar zag u net in de film al iets over. En we willen vandaag u weer meenemen in de nieuwste ontwikkelingen op dat gebied. Hè. Dus we zoomen echt in op die zorg en op dat onderzoek. Nou, het programma vanavond, wat ik al zei, dat is een vol programma. Dat ziet er als volgt uit. We hebben zo dadelijk eerst even een introductie. Dan gaan we in op de vraag, wat is nou eigenlijk borstkanker? En dan zoomen we in op 2 trends in behandeling. Minder chemotherapie en minder opereren. Is dat mogelijk? Daarna gaan we het nog hebben over... En dan zoomen we even naar de volgende slide. Ja, precies.
kijken we naar, als je nou een keuze moet maken, hoe kun je die dan het beste maken? Zou je samen kunnen beslissen? We zijn ook heel blij dat we een patiënt in de zaal hebben die straks haar verhaal wil gaan vertellen. En dan tot slot kijken we nog naar gemetastaseerde ziekte. Nou, dat is het programma tot 9 uur, dus we moeten er best wel snel doorheen gaan. Maar we willen u natuurlijk ook de gelegenheid geven om uw vragen te stellen. Dat kan ook gewoon nu terwijl u thuis meekijkt. Als het goed is ziet u onderin uw scherm een Q&A-button, dus Q&A, questions and answers. Als u daarop klikt, dan kunt u uw vraag stellen. En die komt dan hier binnen op deze iPad en die leg ik dan vervolgens voor aan de spreker. Dus doet u dat vooral. En u kunt ook nog anoniem uw vraag stellen als u dat liever heeft. En dat wijst zich allemaal vanzelf via het scherm. Nou, tot zover mijn introductie. We gaan heel snel beginnen en ik geef het woord aan Marie-Jean Franke-Peters. Edith, dankjewel. Zou ik mijn dia's heel eventjes mogen? Ook namens het hele borstkankerteam nog een keertje welkom dat u alle naar onze publiekslezing wil komen luisteren en zeker de vragen stellen zoals Edith al heeft genoemd. De volgende. Je kan zelf met de pointer. Oh ja, hier ligt hij eens een. Oh, hier ligt hij. Ja. Alles over borstkanker, dat proberen we vanavond voor een gedeelte te doen. Alles over borstkanker lukt natuurlijk niet, maar we zullen een aantal highlights aanstippen. Natuurlijk staan we stil bij de periode waar we nu in leven, met vandaag zelfs bijna 6000 nieuwe besmettingen. Als ziekenhuis en ook als medisch specialisten, gezamenlijk binnen de verschillende medisch specialistische verenigingen in nauwe samenwerking met de Borstkankervereniging Nederland, proberen we om de zorg voor borstkankerpatiënten te continueren. En dat lukt. We gaan daar gezamenlijk ons best voor doen. Dat wil ik toch ook eventjes gezegd hebben, want dit is natuurlijk wel iets wat ons nu allemaal bezighoudt. Dus schroom niet als u zelf een klacht heeft of een afwijking heeft om daarmee naar de huisarts of naar het ziekenhuis te gaan. We proberen die zorg in orde te houden. We hebben ook gelukkig mooie momenten die ons bezighouden en één daarvan was vorige maand. De Borstkankervereniging Nederland bestaat 40 jaar. Ongelooflijk mooie prestatie en voor ons als medisch specialisten heel belangrijk het werk wat zij doen. En de samenwerking die is er en die gaat er ook blijven. En dat heeft zich geuit in de samenwerking bij het boek Alles over borstkanker, wat we vorige week mochten aanbieden aan Hare Majesteit de Koningin. En dat was natuurlijk toch iets ook om, leuk om bij stil te staan. Vandaar ook de titel van deze publiekslezing, Alles over borstkanker. Er is al genoemd hoe de avond eruit gaat zien. Ik noem het nog heel eventjes om een soort lijn in het programma aan te geven. Iedere patiënt met borstkanker, meestal vrouwen, een enkele man, die heeft borstkanker op zijn eigen manier. En dat betekent dat het een eigen individuele behandeling behoeft. Voor een heleboel patiënten betekent dat dat je minder kan behandelen. En dat proberen we dus ook te doen waar dat kan. Maar er zijn ook een heleboel patiënten waarbij er juist meer behandeld moet worden. Hoe kom je tot de juiste keuze? Dat is eigenlijk het stuk waar we tussen het eerste en het tweede deel de Borstkankervereniging Nederland voor hebben gevraagd om toe te lichten hoe je de beste keuze samen met je specialist kan maken. Dat gezegd hebbende is hiermee de introductie klaar en wil ik de rest van de sprekers hun presentatie laten doen. En Edith die zal dat begeleiden. Ja. Dankjewel Marie-Jeanne. In mijn introductie heb ik natuurlijk niet gezegd, je bent borstkankerchirurg hier in het Antonie van Leeuwenhoek. En deze zomer benoemd als hoogleraar, dus heel bijzonder. Gefeliciteerd daarmee. En het boek natuurlijk, ook dat nog. Goed, we gaan beginnen met de eerste presentatie. En ik stel u graag voor aan professor Emiel Rutgers. Emiel Rutgers die werkt inmiddels al 30 jaar hier in het Antonie van Leeuwenhoek. Nee? 34. Oh, pardon, 34 jaar. Heel goed. En hij is niet alleen arts, maar ook onderzoeker. Hij heeft onder andere onderzoek gedaan naar de mammaprint. Een test om te kijken welke vrouwen wel of geen chemotherapie nodig zouden hebben. En Emiel neemt ons mee in, wat is eigenlijk borstkanker? Wat is eigenlijk kanker? Beetje. Dankjewel Edith. Ja,
Welkom allemaal met z'n 550ste. Ja, ik zie u niet, maar ik voel jullie wel. En ik hoop dat dat dan ook wederzijds is. Wat is borstkanker? Ja, ik kan ook een heel kort verhaal houden. Lees dit boek nou maar, dan weet je het ook. En dan is mijn presentatie nu klaar en hebben we wat meer tijd. Nee, ik ga er toch even wat meer in, maar dit is lezenswaardig als die vervelende ziekte je overkomt. Wat is borstkanker? Hoe flauw ben ik, maar het is vooral een grote schrik. En dan ga ik aan Marie-Jean vragen om haar mooie laars voor die monitor weg te halen. Dan kan ik het iets beter zien. Oké, we gaan rustig door. Oké, een vrouw voelt wat in de borst of wordt door het bevolkingsonderzoek doorverwezen. Er is iets aan de hand in de borst. Iets aan de borst in de borst. En dat is een grote schrik. Het zal toch verdomme niet waar zijn. En precies wat ook in het filmpje naar voren komt is, je wil een vlotte en waterdichte diagnose op een korte termijn. En we hebben daar ons huisartsenpoli voor en de mammapoli. En precies als het goed is, hoera, maar je moet het wel zeker weten dat het goed is natuurlijk. En als het niet goed is, help me. Dat is natuurlijk de kernvraag. Wat is borstkanker? Het is hoofdzakelijk pech. En ja, soms zijn er omstandigheden die die pechkans groter of kleiner maken. Maar het is pech. Nou, dit is veel te veel tekst, dat is helemaal niet leuk. Maar dit is de officiële tekst zoals dat in menig in Oncolijn staat over wat is borstkanker. Maar even terug naar de basis. Kanker is natuurlijk zijn foutjes die ontstaan in celdelingen. En hoe meer celdelingen er in weefsels zijn, hoe makkelijker die foutjes ontstaan. Borstklieren zijn nou eenmaal hele actieve delen. Borstweefsel is heel actief, een hele actieve onderdeel van ons lichaam. Denk maar aan de menstruatie. Elke maand weer opnieuw wordt die borst aangejaagd, klaar voor de oestrus. Want we vinden het nou eenmaal makkelijker om elke maand vruchtbaar te zijn dan één keer per jaar. Dus dat heeft de natuur voor ons bedacht. Dus elke keer worden die borstklieren aangejaagd. En aanleg ervoor maakt de kans dat die foutjes aanleiding geven tot cellen die voor zichzelf beginnen, borstkankercellen, groter. Dus het is een kans, een pech. Als dan borstkanker is vastgesteld, dan komen er een heleboel vragen. Weet iedereen, is het een agressieve kanker? En de vraag achter de vraag, is het een agressieve kanker, heeft te maken met hoe groot is de kans dat ik beter kan worden. Wat moet ik er allemaal voor investeren om die genezingskans zien af te dwingen? Kan ik mijn borst behouden? Hoe is de cosmetiek? Krijg ik een dikke arm? Moet ik chemo? Dat is altijd interessant. Moet ik chemo? Het is niet, kan ik chemo krijgen? Nee, moet ik chemo? Hormonale behandeling, is het erfelijk? Kan ik nog kinderen krijgen voor de jonge vrouw? Kan ik weer werken? En uiteindelijk, dokter, word ik beter? En de antwoorden, heel veel van die antwoorden ligt besloten in de biologie van die borstkanker. En natuurlijk de wens van de patiënt. Hoog in het vaandel staat bij ons, ik moet voor mezelf spreken, bij mij, de gezamenlijke besluitvorming, shared decision making. En alle alternatieven en mogelijkheden die er zijn om een gegeven borstkankerprobleem te lijf te gaan, die moeten aanwezig zijn. Die moet je onder je dak hebben. Als je dan gaat behandelen, dan zijn er drie pijlers waarop de genezing van de borstkanker rust. Dat is de borst, de lymfklieren en het lichaam. En de borst is natuurlijk zorg dat de kans dat daar terugkomt zo klein mogelijk is en liefst zo netjes mogelijk. De lymfklieren, zorg dat je weet of het erin zit. En als het er niet in zit, blijf er dan verder met je fikken vanaf. En als het er wel in zit, behandel ze verstandig mee. En het derde is het lichaam. Hoe groot, hoe klein is de kans dat de tumor zich via de bloedbaan, niet zozeer via de lymfklieren,
maar via de bloedbaan direct vanuit de tumor zich in het lichaam heeft weten uit te zaaien. En wat kan ik eraan doen om dat risico zo klein mogelijk te maken? En het is allemaal ingewikkeld, want het is allemaal statistiek. Het zijn allemaal statistische berekeningen op patiënten die met een vergelijkbare kanker, zoals bij jou, in het verleden zijn behandeld. En hoe kan je nou een statistiek op een eenling toepassen? Hoe werkt dat nou? Ik ben niet 100%, ik ben één. Dus dat is ingewikkelde uitleg. En dat proberen we zo goed als mogelijk te doen met voorbeelden van 100 vrouwen in jouw situatie. Bij 30 zijn er problemen in de toekomst. Hoe kunnen we dat verkleinen? Ontwikkelingen. Nou, daar gaan we vandaag over horen. Hartstikke mooi. Gaan heel snel. Er zijn meer dan 100 behandelingsmogelijkheden voor borstkanker. Behandelingscombinaties. Ik denk zelfs nu 140. Hoe vaak komt borstkanker voor? Deze grafieken kennen jullie misschien allemaal wel. Toen ik begon, midden jaren 80, waren het er 7.500 per jaar. En nu zijn het er 15.000 per jaar. Nieuwe diagnoses borstkanker. En daaronder, dat groene lijntje, dat zijn de patiënten met voorloper van borstkanker. Dat zagen we voor de screening bijna nooit. En dat is vooral door de screening tevoorschijn gekomen. Dit vind ik ook wel belangrijk, altijd saaie figuurtjes, maar toch. Het overgrote deel van de borstkankers, die worden in stadium 1 en stadium 2, dat wil zeggen in een relatief vroeg stadium, vastgesteld. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen, alleen bij de vrouwen natuurlijk in veel grotere maat. Dus dat is natuurlijk een klein deel van de patiënten bij wie de ziekte in een grimmiger stadium initieel wordt vastgesteld. Hier zie je dan de overlevingskansen over 10 jaar. Ik ga niet al te veel in op deze dia, maar als je nou heel goed kijkt, dan zie je dat in elke periode van 5 jaar de genezingskansen weer een stapje omhoog gaan. Dus elke keer krijgen we weer een gunstige statistiek overal van de genezingskansen van patiënten in Nederland dan. Oké, en waarom vond ik die stadiuminverdeling dan zo belangrijk? Omdat je hier ziet, en dat is 80% van onze patiënten, de 10 jaars genezing, overlevingskans van de stadium 1, die bijna tegen de 100 zit, en stadium 2, die tegen de 90 zit. En dat is het overgrote deel van onze patiënten. Dus dit is wat voor het overgrote deel van de patiënten geldt als ze onder onze zorg komen. In het AVL een beetje snoeven mag best, maar gaat het allemaal, het is wel een relatief korte tijd, 5 jaar, maar lijkt het allemaal, al die overlevingscurves, net een beetje boven het gemiddelde van Nederland te zitten. Daar kan je heel veel van zeggen, want dat kan ook selectie zijn en dat kan statistische verschillen zijn, maar deze vind ik wel van belang. Want dit is die akelige stadium 4 en dat zijn die vrouwen die al meteen bij aankomst, bij diagnose, uitgezaaid borstkanker is waargenomen. Uitgezaaid in het lichaam, hè? Niet in de lymfeklier, in het lichaam. En die hebben een grimmig vooruitzicht, maar door een aantal trucs die wij toepassen, een heel protocol, ja, ik hou niet zo van protocol, een hele samenstel van behandelingen, ook gericht op de uitzaaiingen, lijkt het dat die patiënten het iets minder grimmig doen dan gemiddeld in Nederland. Maar het moet beter. Het kan nog beter. Het moet nog beter. En hoe dan? Nou, meer opereren, meer bestralen, meer chemo, meer hormonale therapie, meer controleren, meer scans. Je altijd van ja, meer, dat is vast beter. Nou, nee, we moeten slimmer zijn. We moeten niet meer doen, we moeten slimmer zijn. Meer weten over de biologie van de kanker, maar ook meer weten van de gastvrouw of gastheer van deze kanker. Hoe is die interactie? Heel veel onderzoek gaat naar de foutjes in die celkernen, maar je moet ook meer weten over hoe is die interactie tussen die nare borstkankercel en de reactie van het lichaam erop. Natuurlijk komt dan de immunotherapie. Nou, dus we moeten meer weten en hier, dit is de slogan van alweer 7 jaar geleden toen we 100 jaar bestonden. Maar ik vind het nog steeds een hele goeie. Hier moet ik het op doen, hè. Ik ben tegen gelijke behandeling.
Waar zit de winst? Preventie, om maar wat te noemen. Vroegere diagnose, dan betere, slimmere beeldvorming, betere biologische test, slimmer bekende medicijnen inzetten en slimmer nieuwe medicijnen inzetten. De behandeling van de borst slimmer aanpakken, daar zal je straks wat van horen, en wees selectief en voorkom overbehandeling. Oké, preventie. Ja, wat helpt? Sporten, zorg voor je BMI. Iedereen weet wel wat BMI is. Wees vriendelijk met de alcohol. Vroeg kinderen krijgen, maar mijn dochter heeft mij altijd al gewaarschuwd dat als ik college gaf aan eerste en tweedejaars medicijnstudenten, dat ik niet mocht zeggen aan het eind van mijn college, gaat heen en vermenigvuldigt u. Want dan maakte ik mij onsterfelijk belachelijk. Maar het vroeg kinderen krijgen is wel een dingetje. Langborstvoeding, screening. Maar ja, screening is geen preventie. Hè? Screening is het ontdekken als er al een borstkanker is. Liefst in een vroeg geneesbaar stadium. Dus we moeten slimmer zijn. Lees dit maar even. Ik vind dat ook over het algemeen wel waar. En slimmer opereren, slimmer bestralen, slimmer chemo en een slimmere volgorde van behandeling. Ik heb nou een aantal vragen voor u. Ik kan ze niet de handen laten opsteken. Ik heb dat in een eerdere presentatie wel gedaan. En op deze vraag ging ongeveer 80% van de armen in de zaal omhoog. Ja, de lymfklieren zijn de filter voor de uitzaaiingen naar het lichaam toe. Nee, dat is niet zo. Nee, als een borstkanker wil uitzaaien, ik stipt het net al even aan, doen ze dat via de tumor in de borst, waar bloedvaatjes in zitten en omheen zitten. Daar laten ze de cel in los. Ja, er zijn ook lymfbaantjes er vlakbij. Daar kunnen cellen in losgelaten worden. Die vinden veel makkelijker een route naar die lymfklier. Het is ook een relatief makkelijke voedingsbodem. Gelukkig is de bloedbanen vijandig voor borstkankercellen. Maar we weten allemaal dat het een keer lukt om ergens te nestelen en daar een vermaledijde kolonie te vormen. De metastase heet dat dan in ons. Dus die oksellymfklieren die zijn allemaal niet zo heel erg van belang voor je uiteindelijke genezingskans. Helemaal niet. Die wordt enorm overgewaardeerd. Dus we moeten die okselklieren slimmer behandelen. Niet opereren als de schildwachtklier schoon is. Bestralen als er uitzaaiingen in zitten. En de okselklieroperatie na de chemo, daar gaan we het nog over hebben. En deze curves laten zien wat het lot is van de complete okselklierdissectie in het AVL over de periode. Ik ga nog een keer een update vragen van dan tot dan. De donkere lijntjes is geen okselklierdissectie en de lichtblauwe lijntjes wel. De okselklierdissectie is bijna verdwenen uit het operatiepalet. Zowel bij borstsparend als na amputatie. En veel minder vaak dit probleem. Echt veel minder vaak. Oké, wie denkt dat een borstamputatie beter is dan een borstsparende behandeling? Ja, haal die borst maar weg, want dan is meteen alles weg. Dan kan ik het niet meer krijgen. Nou, ik heb nu al uitgelegd dat het niet altijd zo werkt. En ook dit is niet zo. We hebben grote statistieken in Nederland over 120.000 vrouwen met lange follow-up, lange vervolg. En daar zien we steeds maar weer dat de vrouwen die een borstsparende behandeling hebben gehad, in vergelijking tot die een amputatie hebben gehad, voor dezelfde type tumoren, dezelfde grootte, dezelfde stadium, zoals we nemen, dat die vrouwen, zoals we dat noemen, dat die vrouwen na een borstsparende behandeling op zijn minst even goed doen. En elke keer heeft het de geur van dat ze het beter doen, maar dat lijkt in de grafieken allemaal zo, maar we vinden dat moeilijk te verklaren. Maar in ieder geval is het niet zo dat als je de keuze hebt tussen borstamputatie en borstsparende behandeling, dat dan door de bank genomen je het met een borstamputatie beter doet. En de kans op lokaal recidief, het weer uitgroeien in de borst na borstsparende behandeling, is in Nederland heel erg laag. Voor alle stadium 1 en 2 patiënten ligt dat op de 10 jaar rond de 3%. Dus dat is heel weinig. Dus borstsparende behandeling en amputatie geeft dezelfde genezingskans. Oké, en wie denkt, en dat is dan de laatste, wat snel opereren beter is dan eerst chemotherapie? Dus die borstkanker laten zitten. Eerst behandelen met chemotherapie.
Nou, onderhand weet je mijn antwoorden wel, dat is vrij eentonig en dat is ook niet zo. Ik gebruik altijd wel een beetje deze vergelijking. Snel opereren is gauw het hek dicht doen als de paarden al kunnen zijn weggelopen. En u snapt thuis best allemaal wat ik daarmee bedoel. Dus ook hier slimme chemo inzetten. Daar gaan we Sonke straks ook op in. He, als er een goede reden is op grond van de borstkankerkenmerken om je genezingskansen te verbeteren met chemotherapie, begin er dan mee. Want je ziet ook aan de borsttumor wat de chemo doet. Je kan vaker veilig borstsparende behandelen, want heel vaak wordt de tumor kleiner. Niet altijd hoor, maar heel vaak wel. Of verdwijnt. Vaker okselsparend, omdat de lymfklieren uitzaaiing in de oksel ook niet zo heel erg happig zijn op die chemotherapie. En je behandelt eerst het lichaam. Dus slimme chemo. Maar ja, wanneer chemo? Wanneer ik mag van Edith stoppen? Nou, ja, nee, dit is het. Dus, het bepalen van die indicatie voor chemo en het inschatten van de winst ervan is lastig. En dan moet je vooral heel goed de prognostische kenmerken van de primaire tumor weten. En daar hebben we optimale weefseldiagnostiek voor nodig van onze pathologen. Maar daar heb je ook tests voor om een betere inschatting te maken. En dat is de mammaprint. Dus, als er een probleem is in de borst. Snel is niet altijd goed. En wat je net op het filmpje hoorde, wachten is verschrikkelijk. Maar toch, neem de tijd voor extra diagnose. Ik zeg altijd, als je iets niet goed snapt, moet je er meer van weten. Een ontzettende oudbollig adagium, maar het werkt wel altijd zo. Neem tijd om samen de juiste therapieplan uit te stippelen. Tijd om met de plastisch chirurg te spreken, als het nodig is. De klinisch geneticus, de fertiliteitsarts, de radiotherapeut. Tijd om aan het idee te wennen. Dat gaat soms niet binnen een week hoor. Tijd om thuis op het werk alles te regelen. Het antwoord is alles onder één dak. Jullie kunnen dit allemaal lezen. Je hebt heel veel specialisten nodig. Dat hoorde je net ook op het filmpje. En het is het handigste als al die specialismen, al die mogelijkheden onder één dak zijn, want dan zijn want dan zijn de lijnen het kortst. Hartelijk dank voor uw aandacht. Dit was een mevrouw, een jonge vrouw die ontzettend dankbaar was voor onze begeleiding. En toen ik het bloesje weghaalde om de operatie te beginnen, toen vond ik dit. En dat vond ik toch erg lief van haar. En zij heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven om dit hier een foto van te maken en dit met anderen te delen. Dankjewel. Ja, dankjewel Emiel Rutgers. Ja, ik ben een beetje gek en geen applaus, joh. Dit is toch niet. Wat zeg je? Laten we zitten. Nee, je moet hem even ophouden, want ik heb vragen. Ja, ik ben nog niet klaar. Maar daarom ben ik ook een beetje streng op de tijd. Want er komen veel vragen binnen, Emiel. Dus daar moet even de tijd voor zijn. Anders gebruik je even die microfoon. Ja, helemaal goed. Zo, ja. Even in de loop van je verhaal vertelde je over dat vrouwen meer borstkanker hebben tegenwoordig. Ja. Hè, dan vroeger. Wat is daar de reden van? Ja, dat is omdat we allemaal langer vruchtbaar zijn en langer leven. Dat is eigenlijk de belangrijkste reden. Het meisje van voor de oorlog die op de 16e de eerste ongesteldheid kreeg, op de 21e eerste kind, 5 kinderen volhield met een jaar lang borstvoeding en op de 46e in de overgang geraakte, had nog niet de helft risico van de vrouw van nu die op de 11e de eerste ongesteldheid heeft, op de 31e het eerste kind en op de 53e nog ongesteld is. Okay. Dus de exposure, dus de invloed van de vrouwelijke hormoon op de activiteit van de borsten is veel intenser. Oké, duidelijk, dankjewel. Hoe kan het dat een uitzaaiing pas na 9 à 10 jaar tot uiting komt? Ja, een enorme belangrijke onderzoekslijn. Cellen, borstkankercellen die zich in het lichaam nestelen, kunnen klaarblijkelijk slapen. Kunnen in een soort slapende toestand zijn. Het liefst houden wij die cellen voor de rest van het leven slapende, want er gebeurt er niks. Maar er zijn dus omstandigheden en die weten we niet goed genoeg en daarom had ik het over die interactie, waarbij die cellen toch wakker kunnen worden. Soms ook wel na 15 jaar. Okay. Dat kan, ja. En waar het hem dat in zit, weten we niet heel goed. Okay. Weten we niet. En maakt het dan nog, nou ja, dat geldt er natuurlijk voor de patiënten wat je net aangaf in fase 1, fase 2, stadium 1, stadium 2.
daar geldt het dan voor, neem ik aan. Ja, ik heb niet veel tijd, maar er is iets te kort door de bocht, want je hangt heel erg van type borstkanker af. Oké, prima. Gaan we daar even nu verder niet op in. Ik lees hier iemand die zegt, waarom wordt er bij jonge vrouwen vaak amputatie aangeraden? Klopt dat überhaupt? Dan komen we bij de vraag, wat is jong? Ik vind 50 jong. Maar ik denk dat er bedoeld wordt op vrouwen echt hele jonge meiden, jonger dan 30 jaar. Dat is relatief zeldzaam gelukkig. Maar als we met name chemotherapie die vrouwen een hele goede prognose kunnen bezorgen, hebben ze dus een lange levensverwachting. Ze zijn immers pas 30, dus ze hebben misschien nog wel 50 jaar te gaan. En dan raken we toch een beetje zenuwachtig over die bestralingsindicatie. Bij borstsparende behandeling hoort altijd bestraling. En we weten wel wat bestraling in 20 jaar doet, maar we weten toch ook niet wat het over 30, 40, 50 jaar doet. En bij jonge vrouwen is sparende behandeling net iets meer verbonden met dat het terugkomt in de borst dan bij de minder jonge vrouw. Oké, duidelijk. Dank je. Dus dat is ook shared decision making. Wil je die bestralingsindicatie omzeilen, ja of nee? Ja, begrijp ik. Dat is een rol, speelt een rol. Oké, laatste vraag. Want je hebt verteld over de uitzaaiing. Het verschil tussen die uitzaaiing in bloed en in de lymfeklieren. Ja. Hoe kan borstkanker zich in de botten nestelen? Nou, via de bloedbaan natuurlijk. Dus er kunnen dus kwaaiercellen vanuit de primaire tumor in de bloedvaatjes worden losgelaten. Die zwemmen rond. En in beenmerg zit heel veel kleine bloedvaatjes. En daar kunnen cellen in vastlopen en weer naar buiten gaan. En ja, voor borstkanker heeft het bot, het beenmerg, een beetje aantrekkingskracht. Dus er is een kleine beperkte voorkeur voor beenmerg. Het zijn niet de botten, het is het beenmerg voor kwaaiercellen. Oké, prima. Waarschijnlijk omdat het bloedrijk is. Oké, we hebben nog meer vragen, maar die komen. Hoi. Ik zie ook vragen die ik straks ook aan een van de anderen voor kan leggen. Dus Hoi. Ik wil je hierbij heel erg bedanken, Emiel Rutgers. Dank je wel. Goed, dan gaan we naar de volgende spreker. Want we gaan het hebben over trends in de behandeling. Het was net al even aangegeven door Marie-Jean Franke-Peters. Het motto binnen het borstkankercentrum hier in het AVL is minder. Moet ik altijd even heel goed nadenken dat ik het goed zeg. Minder waar het kan en meer waar het moet. Want het gaat er natuurlijk uiteindelijk om dat je geen overbehandeling wil. Nou, we gaan het nu inzoomen op de trends in behandeling. En een van die trends is minder chemotherapie. Is dat een goede optie? En daarvoor is het woord aan professor Gabe Zonke. Dank je wel, Edith, voor deze mooie aankondiging. En heel mooi om hier in een lege zaal met een heel vol internet te mogen praten. Een heel rijk gebeuren. En ook is heel mooi dat de borstkankervereniging hier actief aanwezig is. Zometeen ook een verhaal gaat houden. Het laat ook zien hoe de interactie is tussen de dokters en de patiënten. Heel belangrijk. Ik wil het hebben over dus trends in behandeling. Kan het wat minder? En ik zal het wat meer gaan inleiden van waarom wat minder. En dat doe ik aan de hand van een studie, de TRAIN 3-studie. Edith noemde het al even. En ook dat vind ik mooi om te laten zien dat we hier continu met studies bezig zijn, met onderzoek bezig zijn. Hele tijd willen zorgen dat de behandeling van nu of van morgen weer beter is dan de behandeling van vandaag. En ook zo mooi dat heel veel patiënten daaraan mee willen bijdragen. En als het niet voor jezelf is, dat je ook meehelpt om de behandeling van morgen beter te krijgen. En zo helpen we daar elkaar ook weer enorm mee. Dus fantastisch om daarin onderdeel te zijn en met elkaar op te trekken. Dit is een plaatje wat Emiel eigenlijk ook al liet zien, maar ietsje anders neergezet. En dit laat zien wat de sterfte aan borstkanker is sinds 1985. Emiel liet eerder al zien dat er steeds vaker borstkanker voorkomt. Dat is het slechte nieuws en de reden daarvoor hadden we al een beetje, voor zover we dat weten. Dit is het goede nieuws, dat er relatief gezien steeds minder vrouwen aan borstkanker sterven. Dat wil zeggen dat onze behandelingen steeds beter kunnen worden. Ja, toch nog even, want wat gebeurt er nou eigenlijk? Want eigenlijk zie je dat tot 1985, 1990 ongeveer gelijk blijven en dan verandert er iets. Dan gaat die lijn gaat naar beneden lopen, wat wil zeggen dat er meer vrouwen genezen van borstkanker. En dat zijn eigenlijk twee redenen. En één is dat we zijn begonnen met de borstkankerscreening. En ietsje later zie je dat effect ervan, omdat vrouwen in een eerder stadium de borstkanker ontdekken of dat die ontdekt wordt. En daardoor heb je een betere behandelmogelijkheid.
En het andere is dat op dat moment de rol van de internist bij de behandeling van borstkanker groter is geworden, omdat wij aanvullend zijn gaan behandelen. Tot die tijd was het grotendeels een vak van alleen de chirurg, die opereerde de borst, eventueel de bestraling erbij. Maar vanaf dat moment zijn we ook gaan zeggen, hey, maar luister eens, daar zitten van die grimmige cellen, zoals we ze net noemden, die kunnen door het bloed heen zwerven. En als we daar niks aan doen, dan komen die alsnog, na een aantal jaren of vroeger, komen die tot uiting. En die moeten we ook aanpakken. En dat kan je niet met een mes doen, dat kan je alleen met medicijnen doen. Want die cel die kan overal zitten waar het bloed zit. En dus vanaf eind jaren 80, begin jaren 90, zijn wij steeds vaker gaan behandelen met hormoontherapie en met chemotherapie. En dat draagt ook bij aan die steeds verder dalende lijn. Nou, waar willen we naartoe? Is natuurlijk hier. En of dat in 2035 te bereiken is, dat weet ik niet. Maar de curve blijft heel erg de goede kant op gaan. En elke keer die ontwikkelingen en dat onderzoek, ik kom daar een keer op terug, zijn daarbij belangrijk. Ik ga het hebben over één specifieke vorm van borstkanker. Emiel zei al, er zijn een heleboel varianten. Eén onderdeel wat je kunt zeggen is dat er een bepaald eiwit op borstkankercellen kan zitten. En dat is het HER2-eiwit. Dat HER2-eiwit dat is eigenlijk als een soort groeiprikkel, een soort signaal dat die cel moet gaan delen en moet gaan groeien en actiever moet gaan worden. En als je die variant hebt, zo'n HER2-gevoelige borstkanker, dan was dat in het verleden slecht nieuws. Wat ik hier laat zien is eigenlijk een vrij oud plaatje. En wat je dan ziet is, hoe gaat het met patiënten met zo'n vorm van borstkanker na 5 jaar, 6 jaar, 7 jaar. En dan zie je dat het lijntje geeft eigenlijk aan hoeveel vrouwen er nog in leven zijn met zo'n HER2-gevoelige borstkanker. Vroeger, dan is dat nog maar 30% van de vrouwen. Het was echt een slechte borstkanker. Er is iets veranderd. We hebben medicijnen gekregen en dit is de bekendste, is het trastuzumab. Herceptin is de merknaam en dat zijn we gaan toepassen in combinatie met chemotherapie, aanvullend aan de operatie. En dat rode lijntje wat u nu daarbovenin ziet, dat is hoe het nu gaat met vrouwen met een HER2-gevoelige borstkanker. En dan is na 5 jaar nog 90% of 95% in leven. Een enorm verschil als je dat vergelijkt met die oude plaatjes. En dat is echt een grote vooruitgang in de afgelopen 20, 25 jaar borstkankerbehandeling geweest. Deze vorm komt ongeveer bij 15% van de vrouwen voor. Dus het grootste deel heeft niet deze variant en daarvoor geldt dit verhaal niet. Maar het principe wat ik verder zal gaan vertellen van hoe kun je nou zo goed mogelijk de hoeveelheid chemotherapie gaan toedienen, telt daar net zo. Maar ik doe het aan de hand van dit voorbeeld. Het HER2-gevoelige borstkanker. Dan laat ik eens zien wat er sinds 1998 hier is gebeurd. En dat is de ontwikkeling aan medicijnen, wat we kunnen gebruiken wat we eerder niet hadden. En dat was het trastuzumab, of dat herceptin, kon in 1998 voor het eerst gegeven worden aan vrouwen met uitgezaaide HER2-gevoelige borstkanker. En vanaf 2005 konden we het ook gaan geven bij vrouwen die nog geen uitzaaiingen hadden, maar die hun eerste diagnose van een borstkanker hadden zonder uitzaaiingen. Niet lang daarna kwam een middel wat daarop lijkt, lapatinib. 2012, een volgende vooruitgang, pertuzumab, lijkt een beetje op trastuzumab, doet ook wel een beetje hetzelfde, maar heeft weer de verbetering gegeven in het behandelen van de HER2-gevoelige borstkanker. En eigenlijk zie je dat het dan nog steeds sneller gaat, want dan krijgen we nog in één keer TDM1 en we krijgen neratinib en we krijgen TDM1 in een andere setting. En eigenlijk is dit plaatje alweer achterhaald, want inmiddels hebben we ook, of dat zit er aan te komen, een middel dat heet tucatinib en we krijgen nog een middel dat heet trastuzumab deruxtecan, allemaal moeilijke namen, niet onthouden, maar het geeft aan hoeveel ontwikkelingen er zijn. En waar wij ook hier in het Antonie van Leeuwenhoek betrokken zijn bij die ontwikkeling en steeds verder kunnen verbeteren. Zelf zijn wij in 2006 ook begonnen met onderzoek naar hoe kunnen we de trastuzumab nou zo goed mogelijk gebruiken bij de behandeling van HER2-gevoelige borstkanker. En dat deden we in een neo-adjuvante setting. Neo-adjuvant wil eigenlijk zeggen behandelen voordat de operatie er is. Dus voordat je de borst eruit haalt, of de borstkanker eruit haalt, begin je met chemotherapie. En in dit geval doen we dat gecombineerd chemotherapie met dat trastuzumab. En ik noem dat zometeen ook immuuntherapie. Dat is een vorm van immuuntherapie, zullen we het noemen. Als je dat gecombineerd geeft voorafgaand aan de operatie. Wat zijn dan de resultaten die we daarvan zien? En daarvoor laat ik een plaatje zien, want een plaatje zegt soms meer dan een heleboel woorden. Dit is een MRI-scan van twee borsten. En u ziet dan heel snel een verschil, dat aan de linkerkant een witte vlek zit die daar niet hoort. Die witte vlek is een foto van de borstkanker. En die beslaat ongeveer de helft van de borst van deze mevrouw. Terwijl aan de rechterkant de borst daar normaal uitziet.
Deze mevrouw zijn we gaan behandelen met die combinatie chemotherapie en trastuzumab. En na een aantal kuren was dit het resultaat. Niks meer te zien. Een normale borst geworden op de MRI-scan. En later is zij geopereerd door Emile. En ook wat er is weggehaald, was niks meer te zien. Geen tumorcel meer gevonden. Die behandeling met chemotherapie en trastuzumab heeft bij deze vrouw alle borstkankercellen weggehaald. Ja, en dan komt de vraag, hoeveel van die kuren heb je eigenlijk nodig? Want bij deze mevrouw was na 3 kuren al bereikt wat je hier zag. Terwijl we normaal gesproken 6 of misschien zelfs wel 9 kuren geven. Maar hebben we zoveel behandeling nodig? Aan de ene kant ja, want al die dalende lijnen die ik liet zien zijn gekomen doordat we steeds vaker chemotherapie zijn gaan geven. Maar op een gegeven moment komen we op een punt dat we zeggen, ja, dat is misschien ook wel te veel. Want die chemotherapie geeft ook een heleboel bijwerkingen op de korte termijn. Misselijkheid, vermoeidheid, haaruitval, last van de zenuwen. En dat kan nog een tijd doorgaan. Maar ook op de lange termijn blijvende vermoeidheid, cognitieve klachten, een vroege overgang, een heleboel klachten die ook op de lange termijn zitten. En als we dat nou niet nodig hebben, of dat we het met veel minder kunnen doen, dan is het natuurlijk een net zo goed resultaat, alleen voor veel betere kwaliteit van leven. En dat is ook een beetje wat Edith zei. We willen meer doen waar het nodig is, maar zeker ook minder wanneer het kan. En daar zijn we mee aan de slag gegaan in de Train 3-studie. De train van een trein, dat staat een hele mooie afkorting, ga ik je verder niet toelichten. Maar het gaat erover van, kunnen we nou op basis van zo'n MRI-scan die we maken, aan het begin van de behandeling, na 3 kuren, misschien na 6 kuren, kijken hoe die behandeling aanslaat. En het resultaat van die kuren of van die scans ook gebruiken om te zeggen hoeveel kuren iemand nodig heeft. Dat is hier nog een beetje schematisch weergegeven. We beginnen met vrouwen met een HER2 gevoelige borstkanker, een stadium 2 of een stadium 3. Krijgen 3 kuren chemotherapie met immuuntherapie en we maken een nieuwe MRI-scan. En als er dan niks meer te zien is, komt de vraag naar boven, moeten we dan nog wel verder gaan met die chemotherapie? Nee, denken wij. Wij gaan deze mevrouw direct naar Emile of naar Marijaan of naar Frederik sturen om te opereren. En als dan inderdaad blijkt dat er geen tumorcel meer over is, ja, dan is het resultaat al bereikt en hoef je niet verder te gaan. Dan heb je met 3 kuren het bereik wat je anders na 9 kuren zou doen. En daarmee blijkt ook direct hoe nuttig dat is om neo-adjuvant, dus voor de operatie, die behandeling te geven. Want nu kunnen we het volgen, nu kunnen we zien of die tumor echt kleiner wordt en of er iets overblijft of niet. Had je het op de ouderwetse manier, nou dat doen we nog steeds af en toe, maar op een manier gedaan om eerst te opereren, ja, dan had ik al mijn 9 kuren moeten geven, want ik had niet meer gezien of het zou helpen of niet. De tumor zelf was er niet meer, dus ik kon ook niet kijken of die wegging of die kleiner werd. Dus dit is de Train 3-studie die in Nederland loopt. Daar zijn wij in het AVL mee gestart. En daar doen 44 ziekenhuizen door heel Nederland aan mee. En dat is ook iets wat ik hier wil benoemen. Hoe mooi het is dat we dat in een toch klein land als Nederland voor elkaar krijgen. Dat we zoveel ziekenhuizen laten meedoen. Je ziet het hier ook verspreid over het hele land. Dus waar je ook woont, waar je borstkanker ook gevonden wordt, er is een ziekenhuis in de buurt wat met deze studie meedoet. En waarin je dus kunt bijdragen aan het verbeteren van de behandeling. En ook ja, hierin mee kan doen. En we hebben eigenlijk in, nou wat is het, krap anderhalf jaar al 300, bijna 400 patiënten geïncludeerd in deze studie. En ja, nog een aantal en dan hebben we de studie volgemaakt, zoals dat heet. En dan gaan we op de resultaten wachten. En dan hopen we dat we dat net zoals eerdere studies op de grote borstkankercongressen in Amerika mogen laten zien. En onze resultaten weer laten helpen om de borstkankerbehandeling van volgend jaar of het jaar daarna weer verder te verbeteren. Maar we zijn daar niet tevreden mee. Ook daarin willen we weer een volgende stap. Want iedere vrouw krijgt op dit moment nog in ieder geval 3 kuren chemotherapie met die immuuntherapie. Maar we hebben eigenlijk ook al wel gezien dat het soms voorkomt als je alleen immuuntherapie geeft, dat ook alle cellen weggaan. En dan heb je helemaal geen chemotherapie meer nodig. Dus waar we nu mee bezig zijn is op het moment dat die Train 3-studie is afgerond en we bevestigen inderdaad dat we het op deze manier kunnen doen met die MRI-scans, kijken hoe het gaat, dat we beginnen zonder chemotherapie en alleen de immuuntherapie en kijken of je een reactie krijgt. En als dat zo is en je hebt met immuuntherapie alleen alle cellen weggehaald, ja, dan zijn we natuurlijk weer een stap verder gekomen. Dit zal niet voor iedereen gelden. Het is ook zo dat er nog steeds een heleboel vrouwen wel die chemotherapie nodig hebben, ook met een HER2-gevoelige tumor. Ga ik het nu niet verder over hebben, maar ook daarin zijn we aan het kijken hoe kunnen we nou die chemotherapie zo goed mogelijk geven. Dus alleen voor de vrouwen die het nodig hebben, dan ook op een manier dat je er zo weinig mogelijk last van hebt. Maar als het nodig is om te genezen, moet je het natuurlijk ook niet achterwege laten. Want let wel, we willen alles doen wat nodig is om te genezen, maar ook alles doen wat nodig is om de kwaliteit van leven goed te houden.
Dat was de train 4 met die hele snelle trein. En daar wou ik het ook voor de tijd op dit moment bij laten. Ja, dat is heel fijn. Want er zijn veel vragen. Er zijn, vragen die inzoomen op bijvoorbeeld... als je nou naar 3 MRI-beelden, wat je net liet zien in de trainstudie... als je nou naar 3 MRI-beelden ziet dat er geen afwijking meer in de borst te zien is... waarom opereer je dan nog? Ah, nou, ik denk dat Frederik daar misschien ook wel iets over gaat vertellen. Okay. En een van de redenen daarvan is dat wat je op de MRI ziet... niet helemaal overeenkomt met wat er echt in de borst aan de hand is. Het komt voor dat we op de scan, op de MRI-scan niks meer zien... maar dat er toch nog wel iets zit. Okay. Dus je moet altijd... iets weghalen. Het liefst zo weinig mogelijk. Daar komen we op terug. Maar je moet altijd iets weghalen. Oké. Okay. En stel nou dat er dan toch inderdaad vanuit de pathologie blijkt dat er toch nog verkeerde cellen zijn. Krijgt een patiënt dan weer opnieuw chemokuren? Ja, want dan zeggen we ja, dan hebben we dus nog niet genoeg gedaan. Er waren nog cellen over. Dan moeten we nog doorgaan met chemotherapie zoals we het anders ook hadden gedaan. Dus voor deze vrouwen werkt deze strategie onvoldoende. Die hebben gewoon het totale pakket nodig wat we anders ook hadden gegeven. Ja, duidelijk. Even kijken, je had het over neoadjuvant. Het primaire doel van neoadjuvant is toch om loszwemmende cellen aan te pakken en niet zozeer de primaire tumor. Hoe weet je dat die losse cellen meegenomen zijn naar 3 kuren? Ja, nou ja, hele goede vraag. Het doel van neoadjuvante behandeling is denk ik een heleboel. Het is, klopt, als de chirurg de borst helemaal opereert en er zit geen cel meer, dan heb je geen chemotherapie nodig. We doen het, wat dat betreft, doen we het voor die andere cellen. Maar we doen het ook om die tumor kleiner te krijgen en om een borstsparende operatie en een okselsparende operatie mogelijk te maken. Okay. Nou weten we uit een heleboel onderzoek, wat wereldwijd en ook bij ons gedaan is, dat er een heel duidelijk verband zit tussen niks meer in de borst en niks meer in het lijf. En op basis van die statistiek is dat dan ook weer, kunnen we die stap maken. En dat is met name bij de HER2-gevoelige tumoren en bij de triple-negatieve. Dat gaat wat ver nu, maar voor die tumoren geldt die relatie heel sterk. Voor een hormoongevoelige tumor is dat wat minder sterk. Oké, duidelijk. Daarover gesproken, er zegt iemand, mijn beide borsten zijn geamputeerd. Waarom moet ik dan überhaupt nog hormoontherapie gebruiken? Want ik heb geen borsten meer. Ja, dat sluit een beetje aan op de vraag van net. We geven chemotherapie, immuuntherapie, maar ook hormoontherapie voor eventueel zwervende cellen. Die niet in de borst zitten, maar in de bloedbaan. Of ergens waar je ze niet ziet, maar er wel zijn. Oké. Laatste vraag. Ja, we hebben meer vragen, maar de tijd. Immuuntherapie bij borstkanker. Hoe is het met de ontwikkeling daarvan? Ja, belangrijke vraag. En ook even goed om, ik noemde dit trastuzumab, Herceptin noemde ik een immuuntherapie. Dat is een iets andere vorm van immuuntherapie dan waar tegenwoordig heel veel over te doen is. Mm-hmm. Dat is een immuuntherapie die het eigen lichaam, afweersysteem van het eigen lichaam gaat activeren. Dat is de nieuwe immuuntherapie. Dat is bij borstkanker nog maar mondjesmaat van toepassing. Waar dat van toepassing is, zijn bij de triple negatieve borstkankers die uitzaaiingen hebben. Daar zijn onderzoeken gedaan en daar kunnen we het nu geven. Maar ook daarin zijn we nu heel druk met studies. En bijvoorbeeld voor die setting hebben we in Nederland de triple B-studie... die Marleen Kok en Sabine Lin bij ons hebben opgezet. Waarin we precies willen uitzoeken van hoe kun je nou die immuuntherapie goed combineren met bijvoorbeeld chemotherapie. Oké. Nou, dan toch nog één laatste vraag. Die is helemaal in het begin al gesteld en daar zegt iemand... in sommige gevallen is het zo dat je bijvoorbeeld in Amerika al veel eerder over bepaalde middelen kunt beschikken... En deze patiënt, of deze kijker noemt, ik kan het niet uitspreken, sacituzumab? Sacituzumab. Het wordt in de VS al gegeven. Hoe bedenk je dit soort moeilijke woorden? Hè? Echt, dan moeten jullie het wat op vinden. Dat soort medicijnen gewoon makkelijker naam krijgt. Ja, dat wordt gegeven, begrijp ik, bij een uitgezaaide triple negatieve borstkanker. Ja. En waarom in de VS wel en waarom hier nog niet? Ja, daar kunnen we denk ik een hele sessie aan houden. En dat heeft te maken met hoe zoiets geregistreerd wordt. Waar ook een bedrijf het eerste zijn registratie vraagt. Want je kan dat in Europa vragen of in Amerika. En vaak beginnen ze in Amerika en moeten wij wachten. Ja. Er zijn een heleboel meer redenen voor. Ja. Toch zit dat verschil niet zo groot. En als ik één voorbeeld mag noemen, was het trastuzumab, waar ik zoveel over verteld heb. Was Nederland ongeveer een van de eerste landen waar we dit beschikbaar hadden gehad. Ongeveer de week nadat we de eerste resultaten hebben gezien, hebben we in Nederland gezegd, ja, het is goed, dit gaan wij ook doen. Ja. En wel nu.
Ja. En jullie zitten bovenop die ontwikkeling. Hè? Ik bedoel, we doen hier in het huis natuurlijk heel veel onderzoek, maar jullie gaan heel veel borstkankercongressen langs. Ja, nu dus niet. Nu doen we dat allemaal voor het scherm ook. Maar ook daarin zorgen we wel dat de contacten er heel erg zijn. We hebben veel contacten internationaal. We doen ook veel studies met elkaar internationaal, zodat we daar continu bovenop zitten. En als er zo'n nieuwe ontwikkeling is, als dat, sacituzumab, govitican, het wordt nog moeilijker, dat we daar ook zo snel mogelijk mee aan de slag kunnen. Als het niet vanuit de verzekering is, dat we daar studies mee hebben. En op die manier hebben wij nu een studie lopen met dit middel. Oké, duidelijk. Oké, dankjewel Gabe Sonke. Oké. Ja, dan zoomen we inderdaad, zoals Gabe net al zei, we hebben het nu gehad over die trends in behandeling om te kijken of je minder chemotherapie zou kunnen geven. Maar misschien kun je ook al minder opereren. En ook daar lopen studies naar. En borstkankerchirurg Frederike van Duinhoven, die gaat ons daar meer over vertellen. Hier staan, want ik heb niet zo'n fancy dingetje. Ja. Maar ik kan hier wel wat mee. Nou, ik ga eigenlijk maar meteen van wal, want het is niet gelukt om mijn kortere versie te uploaden. Dus we hebben veel te bespreken. Ik hoop dat u wakker bent. Als u het niet meer was, dan wordt u het misschien nu alsnog. Nou, waar ik ook wat over wil vertellen is, zowel minder opereren van de borst als van de lymfeklieren. Dat is goed voor de patiënt en ook wel goed voor mij, want dat geeft natuurlijk weer meer tijd voor andere dingen. Waar kan het dan wat minder? Nou, als we het hebben over de borst, dan zijn er eigenlijk twee situaties waarin we, naar mijn mening, minder zouden kunnen opereren. Enerzijds is dat als er na de voorbehandeling met chemo- of immuuntherapie geen of weinig tumorcellen meer gevonden worden in de borst. Een andere situatie is wanneer er sprake is van alleen deces, een mogelijk voorstadium van borstkanker in de borst. En als we het dan hebben over de lymfeklieren, dan geldt daar ook weer voor. Als er is voorbehandeld met chemo en of immuuntherapie, dan kan het ook weer zijn dat er zo weinig tumorcellen in de lymfeklieren aanwezig zijn, dat het daar wat minder kan. Wil ik beginnen met de borstoperatie na de voorbehandeling. Nou, daar heeft gelukkig Gabe net al wat over verteld. En die voorbehandeling zorgde bij ongeveer 1 op de 3 patiënten voor dat er helemaal geen kankercellen in de borst meer aanwezig zijn. Nou, dan is de vraag terecht, is het nog wel nodig om te opereren? Om die vraag goed te kunnen beantwoorden, is het makkelijkst om eerst te kijken wat we moeten doen als de borstkanker kleiner is geworden. Hier hebben we weer zo'n mooi MRI-plaatje. Linksonder ziet u het plaatje van tevoren voor de chemo. Tumor zo groot als een grapefruit. En na de chemotherapie het rechterplaatje waarbij de tumor is geslonken tot het formaat van een grape, een druifje. Nou, moet je dan het hele gebied weghalen waar eerst de hele tumor zat, de grapefruit, of is het voldoende om een klein stukje van de borst weg te halen? Het druifgebied, om het zo maar te zeggen. Nou, daar is al heel veel onderzoek naar gedaan. En dat heeft ons gelukkig laten zien dat het veilig is om het kleine gebiedje weg te halen. Dus dat weten we al, dat we op die manier niet alles meer weg hoeven halen. Maar wat doen we nou als op de MRI-scan helemaal niks meer te zien is, zoals Gabe net ook al liet zien? Zouden we dan helemaal niks meer weg hoeven halen? Maar we weten helaas dat ook al zie je niks meer, dat bij ongeveer de helft van de patiënten er toch nog tumorcellen in de borst aanwezig zijn. Dus ons ideetje om dan maar helemaal niet meer te opereren als er op de MRI-scan niks meer te zien is, dat wordt hem toch niet helemaal. Wat we hadden bedacht is om dan te kijken of het misschien in plaats van met een operatie mogelijk zou zijn om biopte van de borst te nemen. Dat kan de radioloog doen, hoeft de patiënt niet geopereerd te worden. En dat is natuurlijk veel minder ingrijpend. Nou, als je zo'n vraag stelt, dan is de beste manier om dat te beantwoorden om dat in een onderzoek te doen. Nou, daarvoor hebben we de MICRA-studie verzonnen samen met Marie-Jaan, Franke Peters. En in die studie wilden we dus de vraag beantwoorden, kun je met biopte betrouwbaar vaststellen dat er geen tumorcellen meer in de borst aanwezig zijn, zodat je uiteindelijk een operatie niet meer nodig hebt. Voor wie was nou deze studie bedoeld? Nou, patiënten met borstkanker die waren voorbehandeld met chemo- en of immuuntherapie, en bij wie na de chemotherapie op de MRI-scan niets of weinig meer te zien was. Hier zie je dan hoe dat schema loopt. Patiënten met borstkanker. Voor start van de behandeling wordt er dan een markertje geplaatst in het midden van de tumor. Dan de voorbehandeling met chemo- en of immuuntherapie. Een scan die bijna niks meer laat zien. Dan werden er op de operatiekamer door de radioloog, als de patiënt al onder narcose was, biopten afgenomen. En meteen aansluitend gingen wij dan als borstkankerchirurgen de borst opereren zoals we gebruikelijk waren.
We konden dan daar, tot slot de uitslag van het weefsel van de biopte vergelijken met de uitslag van het weefsel van de operatie om te kijken of dat zou matchen. Nou, in die studie zaten dus zowel patiënten bij wie op de MRI-scan niks meer te zien was, als patiënten bij wie nog een beetje wat was te zien was. Die twee groepen zie je hier links en rechts op de slide. En als we dan kijken naar wat voor soort borstkanker dat was, nou, dat is een beetje veel info en misschien ook gecompliceerd. Maar de boodschap van deze dia is in ieder geval dat het vooral borstkankers waren die niet hormoongevoelig waren of juist die HER2-antenne hadden, waar Gabe het net al over had. Wat we in de eerste plaats ontdekten in deze studie is dat die MRI-scan het inderdaad niet zo goed doet. Van de patiënten bij wie op de MRI-scan niets meer te zien was, was het bij de 4 van de 10 patiënten zo dat er toch nog tumorcellen gevonden waren. Terwijl bij de patiënten bij wie de MRI-scan nog een beetje liet zien, was het bij 1 op de 4 patiënten zo dat er helemaal geen tumorcellen meer waren. Dus we konden concluderen dat die MRI niet voldoende betrouwbaar is om te besluiten of je wel of niet nog moet opereren. Nou, hoe goed deden dan die biopten die we door de radioloog hadden laten afgenomen? Ik neem u even mee door deze dia. Hierboven zie je de resultaten van het weefselonderzoek van de operatie. Nou, geen tumor meer of wel tumor meer. En dan zien we hier links de resultaten van het weefselonderzoek van het biopt. Als in het biopt geen tumorcellen meer worden gevonden, dan wil je natuurlijk dat er in het operatieweefsel ook geen tumorcellen meer worden gevonden. Maar wat bleek, bij 118 patiënten bij wie het biopt schoon was, was er bij de definitieve weefsel toch nog tumorcellen aanwezig. Kortom, als het biopt schoon was, was er toch nog een 25% kans, dus 1 op de 4 patiënten, bij wie er nog tumorcellen in de borst aanwezig waren. Nou, wat hebben we geconcludeerd naar aanleiding van deze studie? Dat de biopten zoals we tot nu toe hebben gedaan op deze manier niet werken. Wat gaan we beter doen? We gaan op een andere manier naar die MRI-scans kijken. Dat kan met wat geavanceerdere computertechnieken. En we gaan de biopten vergroten, dat we meer weefsel krijgen om informatie uit te halen. Dus de MICRA-studie wordt vervolgd. Dan de tweede optie om minder te opereren bij borstoperaties. Dat geldt voor de patiënten met DASIS. DASIS is een afkorting voor ductal carcinoom in situ. En het is mogelijk een voorloper van borstkanker die we vaak zien bij het bevolkingsonderzoek. Er worden kalkspatjes gezien, biopten afgenomen en dan blijkt dat patiënten DASIS hebben. Standaard behandeling is dan een operatie, al dan niet nog gecombineerd met bestraling. Maar veel van die DASIS die we op deze manier vinden, die zullen nooit veranderen in borstkanker. En zijn zeker niet levensbedreigend. Kortom, een deel van die DASIS zouden we het liefst onbehandeld laten, dus laten zitten. Het liefst zouden we dan ook onderscheiden welke DASIS is, als het ware onschuldig, kan je rustig afwachten, voorkom je dat er overbehandeling plaatsvindt. Maar DASIS die wel eventueel in borstkanker zou veranderen, die wil je natuurlijk wel opereren. Want je wil natuurlijk niet dat je DASIS laat zitten die uiteindelijk in borstkanker verandert. Het probleem is dat we niet van tevoren kunnen zien welke DASIS nu borstkanker wordt en welke niet. We kunnen wel kijken onder de microscoop naar hoe de DASIS eruit ziet. En dat geeft ons wel een indicatie voor het risico op het ontwikkelen van borstkanker. Maar helemaal zeker weten doen we het niet. Nou, ook daar is dan het beste antwoord weer op onderzoek. En in dit geval is dat de LORD-studie, geleid door onze patholoog Jelle Wesseling. En in de LORD-studie is eigenlijk een heel simpele studie. Als je DASIS hebt, graad 1 of 2, dan mag je samen met je dokter kiezen of je behandeld wil worden of dat je de afwijking gewoon goed in de gaten gaat houden met elk jaar een mammografie. Deze studie is voor vrouwen boven de 45 jaar met DASIS graad 1 of 2. Wordt in heel veel ziekenhuizen in Nederland uitgevoerd en ook wat ziekenhuizen in België. En je maakt dus samen met je arts een keuze voor welke behandeling. Wij zullen dan na een aantal jaar controleren bij welke groep er borstkanker is ontwikkeld, hoe vaak dat is gebeurd en bij welke soorten deze is. Daar is natuurlijk een heel team bij betrokken, vandaar deze slide daar ook nog tussendoor. Tot slot dan wat over de lymfeklieroperatie. Nou,
na de voorbehandeling met chemo- of immuuntherapie. Dat zijn eigenlijk twee patiëntengroepen. De eerste groep zijn patiënten die als ze binnenkomen met borstkanker nog geen aanwijzingen hebben voor uitzaaiingen van de borstkanker in de lymfeklieren. De standaardbehandeling voor deze patiënten is het verwijderen van de poortwachtersklier. En de tweede groep zijn patiënten die bij de diagnose borstkanker meteen ook al uitzaaien in de lymfeklieren hebben vastgesteld. Dat zijn patiënten voor wie de standaardbehandeling zou zijn om alle lymfeklieren uit de oksel te verwijderen. Maar ja, ook hier geldt weer, als je eerst voorbehandelt met chemo- of immuuntherapie, zijn er minder tumorcellen in de okselklier aanwezig, misschien wel helemaal geen meer, en kan de behandeling dus waarschijnlijk ook wel een tikje minder. Allereerst dan de patiëntengroep die aanvankelijk geen uitzaaiingen hebben in de okselklieren. Daarvoor hebben we in een grote groep van onze patiënten nagekeken hoe vaak het nou voorkomt dat er na de chemotherapie toch nog een uitzaaiing zit in de poortwachtersklier. Nou, je ziet daaronder een rijtje percentages. Die zijn heel erg laag, afhankelijk van het soort borstkanker dat je hebt en afhankelijk van hoe de MRI-scan eruit ziet na de chemotherapie. Nou, dat vonden we zulke geruststellende cijfers dat we nu een studie hebben opgezet, de ESSEX-studie, waarbij we onderzoeken of we het verwijderen van de poortwachtersklier achterwege kunnen laten bij deze patiëntengroep. Dat gaat dan om patiënten wel weer met dat type borstkanker HER2 positief of triple negatief. Die zijn voorbehandeld met chemotherapie en bij wie op de MRI-scan na de behandeling geen tumor meer te zien is. De patiënt kan dan weer zelf kiezen of ze mee wil doen. En als ze mee wil doen, dan wordt de poortwachtersklier dus niet verwijderd. Wat levert dat op? Nou, we weten dat ongeveer 1 op de 7 vrouwen toch last heeft van gevoelstoornissen in de arm of in de oksel na de behandeling. En dat kunnen we hiermee voorkomen. Last but not, zeker not least, want heel veel impact heeft dit, is de aangepaste behandeling voor patiënten met uitzaaiingen in de okselklieren. Nou, standaard is het verwijderen van alle okselklieren. 1 op de 4 patiënten krijgt er een dikke arm van. Heel onprettig en echt iets wat we willen proberen te voorkomen. De oplossing is ook hier gevonden onder meer door Marie-Jaan, door de MARI-klier. De MARI-klier betekent dat we de lymfeklier met tumorcellen voor de behandeling markeren met een jodiumbronnetje. Dat ziet u hier, zo ongeveer een korreltje hagelslag. Na de voorbehandeling wordt de lymfeklier met het markertje dan verwijderd. En dan kijken we wat we verder moeten doen met de okselklieren aan de hand van de PET-scan. Hoeveel klieren waren daarop te zien? En hoeveel tumorcellen zitten er nog in die lymfeklier met dat markertje, die MARI-klier? Dit is dus eigenlijk de standaardbehandeling. En is in veel landen nog het geval. Uitzaaiing in de okselklieren betekent een okselkliertoilet. Wij hebben dit eenvoudige schema, wat u natuurlijk in 1 oogopslag begrijpt. Maar neemt u van mij aan dat we meenemen als factor hoeveel lymfeklieren er waren te zien op de scan voordat je begon aan de chemotherapie. En we kijken hoeveel tumorcellen er nog aanwezig zijn in de lymfeklier, die ene lymfeklier, na de chemotherapie. En dan kun je zo uitkomen op de optie om helemaal niets meer te doen met de okselklieren of de okselklieren alleen te bestralen, wat ook aanzienlijk minder kans geeft op lymfoedeem. Dat vat zich dan samen uiteindelijk tot een vermindering met 80% van het verrichten van een okselkliertoilet voor deze patiëntengroep. Dus daarmee lukt het ons om heel veel morbiditeit, dus heel veel klachten van de behandeling te voorkomen. Dus we zijn bijzonder blij met deze techniek. En heel bijzonder is dat we deze techniek vorige week hebben mogen presenteren. Marie-Jaan, Franke Peters heeft dat gedaan op een belangrijk borstkankercongres. Want we hebben gekeken of die techniek ook veilig is. En we konden gelukkig laten zien dat er geen verhoogde kans is op het terugkrijgen van borstkanker als je dit protocol eigenlijk volgt. Hoe nu verder? Ja, we blijven maar onderzoek doen, natuurlijk. Hè, want uiteindelijk moeten we zorgen dat we minder doen waar het kan en meer waar het moet. Dat is goed voor de patiënt, goed voor ons. En ik denk dat we ontzettend op de goede weg zijn met z'n allen. Dank u wel voor uw aandacht. Dank je wel, Frederiek van Duinhoven. Nou, dat zijn nogal wat studies die lopen, hè, als we het hebben over chirurgie. En er zijn een paar vragen binnengekomen. Ik beperk het aantal vragen een beetje, want ja, we zitten met de tijd.
Iemand vraagt, naar aanleiding van de MICRA-studie vertelde je over de biopten die jullie dan nemen. Heb je dan, als je een biopt neemt, de kans dat je zeg maar uitzaaiingen juist weer creëert? Doordat het, dat er in het bloed komt, cellen in het bloed komen? Dat is een vraag die veel patiënten stellen en ook wel invoelbaar. Hè, want dat lijkt wel logisch, maar gelukkig weten we uit onderzoek dat niet zo is. Het is niet zo dat als je biopten afneemt, om wat voor reden dan ook, dat je dan meer kans hebt dat je de ziekte verspreidt. Oké, heel goed. Worden micrometastase na chemotherapie in de poortwachtersklier ook aangemerkt als uitzaaiing of niet? Als je micrometastase hebt in de poortwachtersklier, dan tellen we die wel als uitzaaiing in de lymfklier. Dus daar verbinden we ook consequenties aan voor wat betreft de keuzes voor de behandelingen. Oké, duidelijk. Even kijken hoor. De Essex trial. Waarom kan dit niet voor hormoongevoelige tumoren? Omdat voor hormoongevoelige tumoren de kans dat de ziekte helemaal verdwijnt door de chemotherapie veel kleiner is. Die reageren toch minder op de chemotherapie. Dus voor die groep is de kans relatief ietsje groter dat er toch nog tumorcellen in de lymfklier aangetroffen zouden worden. Ja. Vandaar dat die groep niet geschikt is. Oké. En dan nog een vraag, want je gaf net aan bij die MICRA, hè, dat de MRI-scan niet altijd betrouwbaar is. Of tenminste, dat je niet helemaal kan zien of alle cellen weg zijn. Is daar een verbetering? Je gaf aan dat moet verbeterd worden, die techniek. Waar denk je dan aan? Nou, dan gaat het vooral om eigenlijk computeranalyse technieken. Want nu kijken we kijkt onze radioloog, die kan natuurlijk met het bloot oog heel veel beoordelen van de MRI. Maar een computer kan bij wijze van spreken per pixel naar het plaatje kijken. En kan daar eigenlijk veel ingewikkelder calculaties mee doen. Dan heb je het over artificial intelligence. Zeker. AI. Ja. Oké, prima. Oké, ja, dankjewel Frederik voor je verhaal. Dankjewel. Ja, het verhaal van zowel Gabe Sonken net als het verhaal van Frederike van Duinhoven maakt duidelijk dat er enorm veel keuzes te maken zijn als je borstkanker hebt. Nou, hoe kun je die keuzes nou het beste maken? En daar hebben we twee mensen van de Borstkankervereniging Nederland voor gevraagd. We zijn heel blij dat jullie er zijn. Dankjewel. Want ja, dat is natuurlijk een vraag waar jullie ook heel vaak tegenaan lopen. En het mooiste zou natuurlijk zijn als je ze, denk ik, samen kunt beslissen. En daar gaan jullie volgens mij over vertellen. Zeker. Ik geef het woord aan Christina Guerrero Paes. Ja. Zeg het goed. Keurig. En, oh, wat erg. Ik heb Maaike naam. Schuurman. Maaike Schuurman. Excuses. Ja. Oké, aan jullie het woord. Dankjewel. Nou, dank jullie wel voor de uitnodiging dat we hier aanwezig mochten zijn. Voor ons een heel mooi moment. De eerste keer dat we deze samenwerking zo vormgeven. Ik hoop de eerste in een hele lange reeks. Ik sta alleen aangekondigd, maar ik sta hier niet alleen. Ik sta met Maaike Schuurman. Maaike is, zoals er ook al staat, belangenbehartiger samen beslissen. En eigenlijk wil ik daar ook meteen mee beginnen met de vraag. Maaike, waarom is samen beslissen voor ons zo'n belangrijk speerpunt? Ja, dat is inderdaad een mooie vraag. En ik kan eigenlijk niet anders dan hierop antwoorden. Niet helemaal alleen vanuit mezelf en van ons als we hier staan. Maar echt vanuit die vele verhalen die wij als patiëntenvereniging horen. Van mensen die hiermee te maken hebben gehad. En ik zat net te luisteren en er kwamen gewoon twee verhalen echt meteen in mij op. Harnie, een vrouw van 82, waar eigenlijk dat goede gesprek wat we hier zien ontbrak. Het goede gesprek over opties, voor- en nadelen van de behandelingen. Zij is 82, wilde per se de chemotherapie, want ze wilde niet dood. Ze had dan wel gehoord dat de arts zei van ja, daar kan je wat tintelende handen of voeten van krijgen. Maar nee, ze wilde niet dood, dus die chemotherapie moest. En uiteindelijk bleek die tintelende handen en voeten in haar geval uit te pakken. Tussen zulke pijnlijke voeten dat zij niet meer kon wandelen. Dat zij niet meer naar buiten kon, zoals alleen staan. Dat zij niet meer haar hondje kon uitlaten. En dat was haar lust en haar leven. Maar zij had daarover niet verteld, dat was niet ter sprake gekomen. En het was ook niet in de voorlichting over die tintelende handen en voeten naar voren gekomen. Wat dat dan voor impact op haar dagelijks leven kon hebben. En dat vind ik wel een heel treffend verhaaltje. Wat ik nu even in het klein vertel. Maar wat uiteindelijk voor de patiënt wel heel groot was. Zeker op die leeftijd. Ja. En dat is onze drijfveer, dit soort verhalen. Van ja, als je wel dat goede gesprek hebt, kan je dat soort dingen voorkomen. Dus dat is wel het verhaal waarmee ik, hè, en wat jij net ook onderstreept, dat Frederiks is inmiddels weg van zoveel meer keuzes. En ook heel mooi wat we in de vorige presentatie zagen, zoveel langer leven met
eigenlijk de gevolgen van de behandeling, die gelukkig door alle ontwikkelingen minder worden. Ja. Maar dat alles bij elkaar is waarom wij vanuit patiëntenperspectief dit een ontzettend goede ontwikkeling vinden, dat steeds meer ziekenhuizen en artsen samen beslissen gaan toepassen. Nou, wij dachten we gaan jullie op een andere manier meenemen. We hebben andere expertise die we op deze manier vormgeven. We hebben 3 stellingen, we hebben een stukje theorie. En het is allemaal natuurlijk gelardeerd met onze ervaring vanuit het patiëntenperspectief. De eerste stelling, en volgens mij kunt u erop stemmen als ik me niet vergis. En dat is natuurlijk het leukste, om te kijken wat er gebeurt. Is de dokter is de expert, dus die weet wat goed voor mij is. Ja, bent u daarmee eens of oneens? Ik ga nu heel even afwachten tot iedereen op een knopje gedrukt heeft. En dan hoor ik heel graag welke kant het op schiet. Of niet. Of een tiebreak hebben. Ja, want dat is wel fantastisch van de techniek. Wij hadden bedacht, we laten mensen hun hand opsteken. Ja. Nou, dat kan natuurlijk niet digitaal. En even last minute zijn er dus nog polls gemaakt van onze vragen. Dus... Het is nog niet zichtbaar, begrijp ik. Dan misschien zal ik al wel alvast naar de... Jawel. Ja. Nou. Oké, de dokter is de expert, dus die weet wat goed voor mij is. Dat was de vraag. Ja. Daarmee is 44% het eens en 56% oneens. Nou, dat is toch heel mooi. Ik heb bijna de neiging om aan de dokters hier te gaan vragen wat vinden jullie daarvan, maar dat doe ik maar even niet. Dank jullie wel. Ja, mooi om te horen. Voor mij, toen we deze presentatie aan het voorbereiden waren, was dit wel ook al toch wel een eye-opener. Ik ben zelf ook mens. En vooral deze plaatjes zetten mij wel aan het denken. Vooral het plaatje rechtsonderin. Jij bent de expert en Tom is de specialist. En voor mij was dat, zie ik mezelf ook zo. Als ik naar de dokter ga, ben ik dan degene die als beste weet wat er voor mij aan de hand is? Dan dacht ik, nee, eigenlijk niet. Zo voel ik het niet. Dus ik dacht, dat is heel interessant, dat samen beslissen, voor mij dus al, ook een traject is waar ik in ga stappen. Nou, dat is in ieder geval al een eerste leerpunt. Maar we hebben er natuurlijk wat meer theorie ook achter. En misschien kun jij iets vertellen ook over de theorie. Ja, zeker, want dat woord expert, dat doet het hem hier wat ons betreft ook wel. Van expert, specialist, wie is dat nou? En ook in de antwoorden zie je heel duidelijk, bijna wel 50-50... Deze sheet zit erbij, die sla ik voor nu trouwens heel eventjes... Je kunt hem ook hier zien. Laat hem hier nog even opstaan, ja. Want eigenlijk wat ik heel mooi vind van die, je ziet hem hier, je ziet hem eigenlijk daar, erbovenin. Eigenlijk ben je ook een expert als mens. Jij bent als enige, natuurlijk de arts is het expert op dat medische gebied wat we in de voorgaande presentaties zo mooi hebben gezien. De ontwikkelingen, het onderzoek, die weten precies alles van de tumor, alles van de ziekte, alles wat medisch gezien mogelijk is. Wat zij daarmee niet weten en niet kunnen zien, zij kunnen niet door jou heen kijken naar hoe jouw leven eruit ziet als patiënt en wat belangrijk is in jouw leven en of jij nog heel veel plezier haalt uit dat wandelen met je hondje, kunnen zij niet zien, weten ze niet. Ze weten ook niet dat als jij, dat jij de triathlon beoefent en dat het daarom voor jou essentieel is dat jij dit gebied zo soepel mogelijk houdt. En dat misschien bestraling in jouw geval toch wel minder gunstig is dan geen bestraling. Dus er is heel veel wat jij weet, wat de artsen niet weten. En dat betreft dat gebied van... Wat is belangrijk in jouw leven? Wat doe jij graag? Wat maakt het leven voor jou de moeite waard? En wat is voor jou kwaliteit van leven? Dus dat is het perspectief zoals wij als patiëntenorganisatie dat expertschap zien. Dus in die zin, beide expert. Alleen wel op een heel ander gebied. En in het ideale geval komt dat daar aan tafel samen. In die spreekkamer, in gesprekken over de behandelopties. En over jou als mens. Dus dat is eigenlijk waarom, hoe wij het een beetje neerzetten. Dit plaatje, ik zie hem inderdaad daar ook. Dat zou dan wat ons betreft, en dat is ook uit ervaring en de vele projecten die wij ook al met zorgverleners gedaan hebben. Waarbij het ook gaat van hoe doe je dat nou, dat gesprek samen, zowel van de arts als van de patiënt.
komen we langzamerhand hierop uit dat het bij wijze van spreken een gesprek zou moeten zijn, of wel meerdere gesprekken waar die beide perspectieven samenkomen. En dan zie je hier ook staan die bovenste steen, als die gesprekken goed gevoerd zijn en de arts en de verpleegkundige, die hebben die medische informatie goed gegeven. Dat is ook overgekomen, er is goed aan bod gekomen wat belangrijk is voor de patiënt zelf. Dat is voor iedereen weer anders. Kwaliteit van leven aspecten zijn goed aan bod gekomen in het gesprek. Dan is die brug gewoon stevig gebouwd tussen die beide perspectieven. En wie dan uiteindelijk die beslissing neemt en die steen legt, maakt eigenlijk niet uit. Dus samen beslissen betekent niet de patiënt moet zelf de beslissing nemen. Nee, samen. En dat kan zelfs betekenen als je dit gesprek goed voert. En als dat aan tafel op die manier gaat, dat uiteindelijk de arts die definitieve beslissing neemt. Dat is ook het proces waar je dan toe komt. Dus het is vaak ook een misverstand, merken wij, van hey, samen beslissen, dat kan een patiënt niet. Nee, het gevoel bij patiënten kan leven, ik kan het niet, want ik vind het zo'n heftige keuze. Ja, het is een heftige keuze, want het is van een gebied waar je geen verstand van hebt. Dus vandaar doe je het samen en uiteindelijk kan die arts ook die beslissing nemen als die jou goed kent. Klinkt wel als een traject waar artsen niet altijd alle tijd en aandacht voor kunnen hebben. Ja, dat is inderdaad, hier nog even de definitie, maar dat klopt dat best even wat aandacht en tijd kan vragen, hè, zulke gesprekken. Dat horen we ook heel vaak terug in de praktijk. En dat eerste reactie, ja, maar als ik dat allemaal moet uitvragen, ik moet al zoveel vertellen over de behandeling en over de opties. En er komen steeds meer opties bij. En het is ingewikkelde materie en ik moet ook echt wel mijn best doen om dat op een goede manier over te brengen. Dus ja, het is even schakelen en het is een andere manier van gesprekken voeren, dat klopt. Maar of het extra tijd kost, daar zijn we komen nog we niet zo, uit. Daar komen we zo op. Ja. De definitie hebben jullie denk ik nu allemaal wel kunnen lezen. Daar ga ik niet heel lang bij stilstaan, maar toch goed om nog even neergezet te hebben. Nog steeds heel abstract, want hoe gaat dat nou in de praktijk en in gesprekken? Nou, wat wij heel mooi vinden en ook zelf hebben geleerd, is het vier-stappen-model. Waarbij in die gesprekken het altijd gaat om een keuze. En dat ook duidelijk wordt gemaakt, dat de opties naast elkaar worden gelegd, de voor- en nadelen besproken, maar vooral ook deze stap. En dat is eigenlijk waar we het net over hadden, het expertschap van de patiënt zelf, dat ook goed op tafel komt en dat ook goed gekeken wordt van nou, waarom zou een borstsparende operatie voor u nou wel beter zijn en wat voor een impact heeft bijvoorbeeld bestraling in uw leven en dat dus echt, wat doet u graag, dat sporten, het wandelen met het hondje, dat ook echt gekoppeld wordt aan die opties en dat dan pas dat samenkomt in definitieve besluit. Kan allemaal in één gesprek. Jullie blikten net terug in het medische stuk, de artsen hiervoor. En als wij terugblikken naar de ontwikkelingen in samen beslissen, dan zien wij een hele mooie ontwikkeling dat we, nou, ik denk echt tot 3 jaar geleden nog, dat het heel vaak voorkwam bij borstkanker, dat dit allemaal in het eerste gesprek gebeurde. In heel veel ziekenhuizen in één gesprek. Eigenlijk ook nog vaak gecombineerd met de diagnose, met het geven van de diagnose. Nou ja, dat is wel een mooie ontwikkeling, dat daar wat ruimte in is ontstaan. En dat het gesprek over de diagnose wat meer losgetrokken wordt van gesprekken over de verschillende behandelopties en de keuzes daarvoor. Ja, daar komen we zo denk ik op bij onze tweede stelling, hè? Ja, zullen we daarna doorklikken gezien de tijd? Ja. Dus de tweede stelling. Er is geen tijd om na te denken. Je moet direct besluiten, de kanker moet eruit. Bent u daarmee eens of oneens? En dan wachten we weer even tot de poll ingevuld wordt. Even wachten. Bijna. Wachten we tot er een duim opgestoken wordt daarboven. Hè? Oh, ja, hij is omhoog. De duim is omhoog. Ja, er is geen tijd om na te denken. Je moet direct besluiten. De kanker moet eruit. Daarmee is eens 13%. En dus oneens 87%. Wat mooi. Ja. Nou, dat vind ik een heel mooi uitgangspunt. Zeker een mooie. Dit betekent inderdaad, dat sluit mooi aan bij wat wij nu gaan vertellen. En ook wel als je volgens mij kijkt naar wat je net schetst, de ontwikkeling die we doorgemaakt hebben met elkaar. Dat een aantal jaar geleden het goede gesprek plaatsvond tegelijk met het gesprek over de diagnose. En dat we nu zien dat daar ruimte in is.
en tijd tussen is ja. mogelijk. Ja. Ja, ik noemde al de verschillende projecten waarbij wij vanuit patiëntenorganisatie betrokken zijn, waarin we ook echt samenwerken met artsen en met verpleegkundigen. En daar een van die projecten, daar stond het zogenaamde time-out gesprek centraal. En jullie zien hier in de definitie ook, wat is dat nou zo'n time-out? Dat is ja, eigenlijk de knip maken tussen een gesprek. Hè, als we het dan hebben over borstkanker, helemaal aan het begin van het traject, het gesprek over de diagnose. Het gesprek over de verschillende opties en de verschillende mogelijkheden van behandelen. En vervolgens het maken van de definitieve keuze. Dus als we het dan over dat begintraject hebben, hebben we gekeken naar, hey, kunnen we die knip maken? En hoe werkt dat nou in de praktijk? Om het wat te spreiden over verschillende gesprekken, om ook echt die rust en aandacht voor bewuste keuzes te hebben. Dus het time-out. Verderop in het traject, waar de diagnose al wat verder weggezakt is, daar hebben we het natuurlijk niet. Hè, daar is dat diagnosegesprek niet meer in vragen. Maar daar kan je nog prima die knip maken tussen een gesprek over de verschillende opties die er liggen. Bijvoorbeeld het wel of niet aanvullend chemotherapie toepassen. En vervolgens wat bedenktijd van een paar dagen of wat in dat geval nodig is. En het maken van de definitieve keuze met het starten van de behandeling. Dus die time-out. We hebben ook gevraagd, dit is niet wat we zomaar met elkaar bedenken als vereniging. Maar we vragen dat aan een achterban van ontzettend veel mensen die borstkanker ervaren hebben. Dus ook dit vonden wij weer zo'n onderwerp. Ja, wat vindt onze achterban hier nou van? Hebben we ook uitgevraagd. Hebben wij een uitvraagtool, beforce.nl. Neem daar vooral ook eens een kijkje. En dan kun je je ook aanmelden. En daar hebben we deze uitvraag ook gedaan. Hoeveel tijd wilde jij bij het maken van behandelkeuzes? Daar kwam eigenlijk, hebben we gevraagd van, om de diagnose te verwerken. Om de informatie over de opties te verwerken. Hoeveel tijd heb je daarvoor nodig gehad? Of had je liever gewild? De resultaten daarvan kun je hier nakijken. Maar het globale antwoord was dat er gemiddeld dat echt wel heel fijn gevonden wordt om in ieder geval een aantal dagen tot een week daartussen te hebben. Om echt bewust ook het te laten landen, zowel de emoties als de informatie. Ja. Ik vond trouwens ook heel mooi dat Emiel aan het begin van zijn verhaal eigenlijk ook heel duidelijk benoemde, hè, dat er tijd ja, is. Ja, daar keken we elkaar nog even aan, ja, dat benadrukten jullie ook. Heel mooi om dat zo bevestigd te horen. Ja. Absoluut. Ja, en dit is dan wat wij ook als boodschap meegeven. Want we vinden aangaande samen beslissen. Het is natuurlijk een landelijke ontwikkeling. En er zijn ook al veel stappen gezet. Maar we doen dit niet alleen. Dit is iets wat zowel de zorgverleners oppakken als wij als patiëntenvereniging. Het is ook iets van patiënt en zorgverlener samen. Dus dat meer op tafel krijgen. Wat is nou belangrijk voor mij als patiënt in mijn leven? En wat is kwaliteit van leven voor mij? Daar heb je zelf als patiënt natuurlijk ook iets in te doen. Jij kan ook daarover vertellen. En je kan ook wij vinden het dus ook belangrijk dat we dat soort tips meegeven aan patiënten. Dus ook aangaande die geen overhaaste beslissingen geven wij mee. Van vraag of de tijd is om eventjes op adem te komen. Vraag of er bedenktijd is als jij het gevoel hebt dat het te snel gaat. Ja. Nou, dat is hier niet nodig als ik het zo hoorde, net ook in die voorgaande presentaties. Maar in onze patiëntenfolder over samen beslissen geven we die tip in ieder geval wel mee. Ja. Laatste stelling? Ja. Ja, dit vond ik ook een hele mooie. En ik ben benieuwd hoe u erop reageert. Niet alle patiënten willen of kunnen samen beslissen. Oh, deze was niet voorbereid, horen wij net. Oh. Dat is toch jammer. Dan moeten we improviseren. Dan doen we dat. Kunnen wij dat? Ja hoor, dat kunnen we. Nou, dan kunnen we misschien toelichten waarom we ertussen hebben gedaan. Ja. Ja, de vraag is natuurlijk, hè, van, is iedereen, we hebben diverse invalshoeken ook met elkaar afgewogen. Je hebt uiteraard mensen met lage gezondheidsvaardigheden, dat is zo'n mooie term, waarbij mensen misschien niet altijd even goed in staat zijn om, om goed na te kunnen denken, met elkaar goed keuzes te kunnen maken en in gesprek te kunnen gaan. En soms zijn er ook wel, hebben we ontdekt door allerlei studies, mensen die wat anders kijken naar de rol van de zorgverlener en de rol die ze zelf hebben. Die sluit wel aan bij het begin wat ik aangaf, hè, van wie is de expert en wie is deze specialist. Zeker. Je ziet ook type patiënten, ja, ieder mens is uniek en toch zijn we allemaal types.
Maar waaruit je wel een soort tendens kunt afleiden met hoe mensen, ja, eigenlijk zou ik willen zeggen, onder stress acteren en reageren en waar ze dan behoefte aan hebben. Ja, ik zal dat illustreren door aan de hand van een van de laatste dia's. Want dit hier ga ik ook heel even mijn mond bij houden. Dus kijk even wat jullie hier zien op deze dia. Dit zijn zomaar wat, zeker daarboven, zomaar wat voorbeelden uit de praktijk. Ofwel vanuit gesprekken die ik had met artsen of verpleegkundigen uit hun praktijk. Ofwel omdat ik ze zelf hoorde. Maar dit zijn dus de verschillende reacties. Ja, samen beslissen hoeft helemaal niet. Want ik weet precies wat ik wil. Dus ja, we kunnen die opties wel bespreken. Ik wil gewoon dit, hop, gaan. Of een patiënt die zegt, ja dokter, hè, waar we het net over hadden, u heeft er verstand van. Ja, zie, dan wil je samen beslissen als arts en dan krijg je zo'n patiënt. Wat doe je daar dan mee? Hè? Moet je het dan wel of niet doen? Dit is overduidelijk toch een patiënt, ja, die het niet kan, wil of waar we dat wel kunnen overslaan. Of deze komt zoveel op me af. Kan nu niet helder nadenken. Een soort, doet u het maar. En waar Christina het net over had, hè, mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden, niet goed kunnen lezen, minder goed die informatie kunnen opnemen om wat voor reden dan ook, ja. Kan je daar wel goed opties en informatie uitleggen? Die begrijpen het allemaal wat minder. Ja, dus wordt het samen beslissen wel heel moeilijk. Doen we maar niet. Ja. Veel te lastig. Houden we het eenvoudig. Nou ja, ik ben benieuwd. Ik zie jullie niet. Dat is heel raar. Maar wat, dan wat dat dan oproept. Hè? Maar in principe zou het. Het is een proces. Het is een manier van gespreksvoering. Het is zorgen dat. Dat informatie duidelijk wordt overgebracht en de ander het begrijpt. En het is praten over wat belangrijk is in iemands leven. En ja, kan dat bij iedereen? Dat stukje kan toch bij iedereen, Christina? Ja, ja, en vooral dus hoe kom je met elkaar op een manier, al dan niet met je zorgverlener, met je naaste, met je omgeving, dat je bewuste keuzes maakt. Dat is eigenlijk wel een van de belangrijkste elementen die wij benadrukken. En soms is het heel eenvoudig en soms is het dus wel lastiger. Precies, dat beamen we als geen ander. Ja. Het is geen trucje. Nee, maar wij blijven er wel voor pleiten. Ja. Ja. Het is echt maatwerk. One size does not fit all. En wat je net al zei, ja, dit is een onderzoek waar, hier sluiten we dan mee af, wat gedaan is, wat wij wel heel mooi vonden, wat heel mooi in beeld geeft. Ja, er zijn gewoon, er is niet één patiënt. Er is geen één type borstkanker, hebben we net gehoord, maar er is ook niet één type patiënt. Dit zijn vier soort patiëntprofielen en je ziet al heel erg dat de een over informatie krijgen. De een die wil alleen maar de hoofdlijnen weten, de andere vooral de praktische tips. Dit is een type patiënt die wil vooral gehoord worden en die wil alleen maar feiten. Ja, zo zijn mensen, zijn er ook weer heel veel verschillende types onder ons. Wij hebben het als collega's er ook vaak over. Ja, hoe zou jij nou, hè, als jij daar zo zit, wat voor type ben jij dan? Dus ook daar moet je weer in zo'n gesprek op afstemmen. Ja. Het is echt niet one size fits all. En ja, wat past bij jou, hè? Ja, ken je jezelf en wat past bij jou? Wat helpt jou? Ja. Nou, dit is natuurlijk voor ons nog even misschien om bij stil te staan. Van waar zouden we vanuit de vereniging, hebben we ervaring, hebben we nou ja, in ieder geval ook een expert op dit vlak. En hebben we een aantal tools ontwikkeld, instrumenten en ook op de website informatie die kan helpen bij samen beslissen. Misschien de allerlaatste. Waarom moeilijk doen als het samen kan? Ja, en we hebben allebei bij de voorbereiding zeiden, we houden er allebei van om wat mee te geven. Dus we zeiden, ja, dit vinden we wel mooi. Wat neem je mee? Wat ga je morgen anders doen? Nou, voor mij betreft het dus al, zelfs in de voorbereiding, dat ik me realiseerde, ik ben mijn eigen specialist in dat opzicht. Nou, dat is goed om me dat te realiseren. En als ik weer eens bij de huisarts zit, voor wat dan ook, dat ik dat in mijn eigen achterzak meeneem. Ja, ik kan daar niks aan toevoegen. Dankjewel. Dank jullie wel. Ja, dank jullie wel, Christina en Maaike, voor jullie verhaal. Ja, en volgens mij uit de antwoorden op de stellingen was wel duidelijk dat jullie verhaal gedragen wordt. Gelukkig. Ja, ja, heel fijn. Dat mensen die meekijken inderdaad ook daarnaar kijken op die manier. Zoals jullie dat voorstellen, samen beslissen. Dat is de kern. Ja. Dank jullie wel. Graag gedaan. Oké. Tja. Dus dat patiëntenperspectief, hè, dat werd net geschetst door Christina en Maaike van de Borstkankervereniging Nederland. Maar hoe is het nou echt om patiënt te zijn en
borstkanker te hebben. En we zijn ontzettend blij dat we ook vanavond weer een patiënt hebben die haar verhaal wil vertellen. En daarom, Caroline Griep, ik nodig je van harte uit om hier naartoe te komen. Patiënt die onlangs aan de tweede ronde begonnen is. Dus bijna op de dag af, of ik geloof zelfs vandaag 5 jaar geleden, hoorde ik dat ik een tumor in mijn linkerborst had. Een kwaadaardigheid, noemde Frederik van Duinhoven het. En ik bewonderde haar heel elegante woordkeuze. Op 16 juni van dit jaar hoorde ik dat ik uitgezaaide borstkanker in mijn botten heb. Ik denk dat er geen elegante bewoordingen zijn om iemand te vertellen dat ze uitzaaiingen in bekken, heupen, bovenbenen en borstbeen heeft. Of een paar weken later dat het zich ook in ribben, schedel en kaak bevindt en dat ze niet meer beter wordt. Bij mijn eerste ronde borstkanker was ik er meteen open over. Ik deelde het zelfs op Facebook. Daartoe sprak ik wel wat spelregels met mezelf af. Niet te zwaar, niet te medisch, geen klaagzangen en geen details waar anderen zich ongemakkelijk bij zouden kunnen voelen. Wel de dagelijkse dingen waar een borstkankerpatiënt zoal tegenaan loopt en waar een gezond mens meestal geen idee van heeft. Zo dacht een vriendin dat ik van het bestralen van mijn borst kaal zou worden. Als journalist probeer ik altijd de juiste woorden te vinden en die woorden wil ik delen. Mijn Facebookberichten werden wekelijkse blogs voor Libellen en daarna bundelde ik ze in mijn boek Lieve Facebookvrienden, ik heb borstkanker, wat ik wel de meest logische titel vond. Aan de reacties merkte ik dat de openheid die ik van nature blijkt te hebben helemaal niet zo vanzelfsprekend is, maar wel werd gewaardeerd. Dat gaf het delen van mijn ervaringen een extra dimensie, het welkome gevoel dat het zin had wat ik deed. En aan de lijve ondervond ik al toen en ook nu weer dat ernstig ziek zijn vaak een eenzame affaire is. Hoe alleen kun je je dan wel niet voelen als je je ook nog eens minder makkelijk uit? Al steun ik met mijn verhalen maar één vrouw, of man natuurlijk, dan vind ik mijn missie al geslaagd. Daarom deel ik mijn ervaringen hier vandaag ook. Dat ik dat mag doen, geeft me het gevoel dat wat ik nu meemaak, de tweede ronde zoals ik het inmiddels noem, misschien toch ook nog ergens goed voor is. Bij de eerste ronde, in 2015 was dat dus, zei mijn arts in hetzelfde gesprek als waarin ik de diagnose hoorde. Ze zei meteen, het wordt een taai jaar, maar we gaan je beter maken. Die woorden zorgden voor een stip aan de horizon. Het traject dat me te wachten stond werd overzichtelijk uitgelegd en ik maakte kennis met de verpleegkundig specialist bij wie ik altijd terecht zou kunnen als ik vragen of zorgen had. Misschien klinkt het een beetje vreemd, maar als ik nu terugdenk aan die periode voelt het bijna licht en vrolijk. Wat het toch beslist niet was, want ik ben echt heel beroerd geweest van mijn behandeling. Maar ook al zat het lichamelijk niet mee, mijn mindset was hoopvol en ik hoefde het niet in mijn eentje te doen. Iedereen, zowel thuis als in het ziekenhuis, liet me voelen dat ik er niet alleen voor stond. Mijn behandeling bestond toen uit een operatie, 21 bestralingen, 4 AC-kuren en 10 maanden tamoxifen. Met de chemo's kon ik voortijdig stoppen. De 12 geplande taxolkuren bleven me bespaard omdat ik na de bekendmaking van de MindAct-studie in april 2016 ontdekte dat ik met de nieuwe criteria voor de mammaprint in aanmerking kwam. De uitslag was dat ik een laag risico op uitzaaiingen had en op terugkeer van de kanker binnen 5 jaar. Inderdaad, ik behoor tot de 5% bij wie de mammaprint ernaast blijkt te zitten. Helemaal in het begin van mijn eerste ronde, op de ochtend na mijn borstsparende operatie, kwam er een verpleegkundige aan mijn bed die me allerlei informatie gaf. Zoals een verwijsbrief voor een tijdelijke prothese, maar ook informatie over de ondersteuning die het ziekenhuis bood. Mezelf kennende, ik ben sterk maar niet altijd even stabiel, ik ga onbewust vaak over mijn grenzen en ik was in die tijd helemaal niet fit, greep ik dat met beide handen aan. Ik herinner me nog dat ik zei van, ja, ik ga ook helemaal all-inclusive hier. En dat kon en ik kreeg een uitgebreid multidisciplinair traject aangeboden met fysiotherapie, ergotherapie, medisch maatschappelijk werk en een diëtist. Ik stond er niet alleen voor. Het ziekenhuis werd daardoor een plek waar ik me veilig en thuis voelde. Na de enorme opluchting dat mijn behandeling door de uitslag van de mammaprint onverwacht voorbij was, bleek dat ene taaie jaar nog een flink venijnige staart kreeg. Achteraf gezien was herstellen misschien wel zwaarder dan de operaties, bestralingen en chemo's bij elkaar. Vooral mentaal. Het duurde in elk geval veel langer. Niets begreep ik van mezelf en mijn moodswings.
Ik herkende mezelf letterlijk niet in de spiegel. Het was alsof het onheil me 24/7 op de hielen zat en elk moment weer kon toeslaan. Door de tamoxifen voelde ik me soms een van de pijn kromlopende oude heks. De afterparty noemde ik het wel cynisch. En er zijn momenten geweest dat het leven voor mij serieus niet meer hoefde. Daardoor zag ik me gedwongen om na een klein jaar met de tamoxifen te stoppen. Voor de psychische nazorg werd ik verwezen naar het Ingeborg Douwes Centrum, waar ik een aantal gesprekken had. Het hielp me loskomen van het ziekenhuis, van mijn veilige haven, waar ik op dat moment in feite niets meer te zoeken had. Ik kon de draad van mijn leven immers weer oppakken. Helaas bleef het desondanks tobben. Ik werd lid van een lotgenotengroep op Facebook, maar dat was niets voor mij. De soms intens verdrietige ervaring en uitwisseling van medische bijzonderheden bleken mijn angsten te veel te triggeren. Dus ik zocht weer woorden voor wat ik toen meemaakte. Die schreef ik op en zo stelde ik mijn boek samen. Toen dat verscheen, in september 2018, zette ik, na wat uiteindelijk 3 taaie jaren waren geworden, symbolisch een punt achter mijn borstkankertijd. Het was voorbij. Eindelijk. Moedig voorwaarts. En nu sta ik hier en zit ik midden in de tweede ronde. Dat 1 op de 5 vrouwen met borstkanker ooit te maken krijgt met uitzaaiingen, daar was ik me niet van bewust. Ik denk vooral dat ik het niet wilde weten. En mijn huisarts blijkbaar ook niet, want die heeft me 9 maanden soms huilend van de pijn rond laten strompelen zonder dat er een belletje bij haar ging rinkelen. Het volgende is niet bedoeld als aanklacht of om zielig te doen, maar ter illustratie van wat er aan een tweede ronde vooraf kan gaan. Het was voor mij zonder overdrijven een lijdensweg. Het begon eind vorige zomer met wat een slijmbeursontsteking in mijn heup leek. Ik kreeg 2 spuiten met corticosteroïden. Het ging niet over, maar de orthopeed en radioloog naar wie ik was verwezen hadden er totaal geen belangstelling voor. Mijn fysiotherapeut deed zijn best, maar was links onder controle, dan dook het rechts op. Hij begreep er niets van. Ik ook niet trouwens. Alternatief dan maar, de osteopaat, ook niet. En ik maar te steeds zeggen tegen die huisarts, daar zit het niet, het zit daar, bij mijn zitbordje. Geen mens die erop inging. De huisarts schreef diclofenac voor, veel diclofenac. En ik kon zonder ook echt niet meer functioneren. Ze was bij elke klacht welwillend en verwees me op mijn eigen verzoek naar gynaecoloog en bekkenbodemfysiotherapeut. Ik opperde fibromyalgie. Ze deed bloedonderzoek om andere dingen uit te sluiten. Met bepaalde waarden was wel iets loos, waardoor ze dacht aan spierreuma. Prednison zou me daar wel eens van af kunnen helpen. Helaas. Waar sommige mensen na 3 dagen alweer rondhuppelen, deed het bij mij na 4 weken nog steeds niet. Op de bijwerkingen na dan. Die waren zacht uitgedrukt niet zo fijn. Net als de ontwenningsverschijnselen tijdens het afbouwen. Na de lockdown kwam ik bij de reumatoloog en van de MRI die zij liet maken, kon ik in een rechte streep naar de internist hier in het ziekenhuis. Waar ik, gek genoeg, een week eerder nog met vlag en wimpel door mijn jaarlijkse controle was gezeild. Nee, ze dacht nog niet aan uitzaaiingen, tot ze mijn bloed had gezien. Ik wil bij deze tussendoor een dringende oproep doen aan iedereen die dit hoort en die ervoor kan zorgen voor betere voorlichting. Laat iedere huisarts in godsnaam op de hoogte zijn als er een vrouw verschijnt met mijn voorgeschiedenis en klachten. Na maanden heftige pijn en frustratie, omdat niemand me leek te kunnen helpen, kreeg ik de dreun van mijn leven. Uitgezaaide borstkanker in mijn botten. Zo ongeveer van mijn tenen tot mijn kruin. En voor de goede orde, er zit dus overduidelijk een flinke uitzaaiing in het bot op de plek die ik al die tijd aanwees. De geruststelling bestond dit keer uit de mededeling dat er zeker nog het een en ander voor me kan worden gedaan en dat er wellicht nog mooie jaren aan mijn leven kunnen worden toegevoegd. Dat ik me echt nog een stuk beter zou gaan voelen. Ik kon het me nauwelijks voorstellen. Een boodschap zonder stip aan de horizon. Nou ja, die stip is er natuurlijk wel, maar bij mijn tweede ronde is het meer een punt achter mijn leven. Voor ik verder vertel, wil ik benadrukken hoe tevreden ik ben over de medische zorg die ik krijg. Dat was 5 jaar geleden en dat ben ik nu weer. Het valt me steeds weer op hoe empathisch de jonge generatie artsen is. De internist, de radiotherapeut, de neuroloog en pijnarts geven me wederom het gevoel dat ik er niet alleen voor sta. Maar waar was iemand als de verpleegkundige die me zoals tijdens de eerste ronde alle mogelijke ondersteuning aanbood? Want er kwam een lawine over me heen. Ik denk dat dat wel een juiste beschrijving is. Nog absoluut niet bekomen van de schok werd ik meegesleurd door een lawine. Dat was deels het gevolg van noodzakelijk en doortastend medisch handelen, want ik was er beroerd aan toe en kon nauwelijks nog lopen. Maar mijn behandeling had een vliegende start.
en verliep van de ene op de andere dag in no-tempo. Morfine, veel morfine met alle mogelijke bijwerkingen. CT-scans, botboring, hormoontherapie, bestralingen, botversterkend infuus, MRI. Ik zat er middenin of het kwam er razendsnel aan. Soms kon de logistieke afdeling het niet eens bijbenen en stonden er afspraken voor me gepland zonder dat ik het wist. Zo werd ik op een maandagochtend gebeld omdat ik niet op een belangrijke afspraak was waarvan ik niet eens wist dat ik hem had. Terwijl ik op zaterdag mijn AVL nog had gecheckt en daar stond ook die afspraak niet in. Van de ene op de andere dag had ik een afspraak met de radiotherapeut die me gelijk de volgende ochtend wilde bestralen. Toen ik die ochtend op het punt stond om naar het ziekenhuis te gaan, belde hij. Het werd toch een dag later. De week erna. Vanwege een doof gevoel in mijn kin moest ik snel een MRI van mijn hoofd. Dat kon op maandagochtend om 8:30. Voor die woensdag, op die woensdag die daarna kwam, kreeg ik een botversterkend infuus thuis toegediend. En op vrijdag, terwijl ik kotsend in mijn bed lag, de uitslag van de MRI. Mevrouw Griep, het zit ook in uw kaak en schedel. Ik werd vrijwel meteen misselijk. Niet van deze boodschap, maar van de hele behandeling. Heel erg misselijk. Dat is niet zo vreemd, want dat bleek een bijwerking van zo'n beetje alles wat ik onderging of slikte. En geen werking zonder bijwerking, zei de pijnarts. Dus bovenop de morfine kreeg ik bijvoorbeeld pillen tegen misselijkheid en verstopping. De prednison vanwege de vermeende spierreuma moest nog afgebouwd, de hormoontherapie gestart. Mijn lichaam trok het allemaal nauwelijks. Ik voelde me net een bokser met flinke darmklachten die wekenlang murfgebeukt in de touwen hing. De misselijkheid plus de boodschap dat ik niet meer beter word, maakte dat euthanasie me op dat moment een weloverwogen optie leek. Daar was gelukkig verder niemand het mee eens. Ik kon alleen maar huilen. Nog nooit heb ik me zo wanhopig en verdrietig gevoeld. Ik kwam een paar weken mijn bed nauwelijks uit, omdat zo'n beetje elke beweging ook nog eens pijn deed. Ik wist me geen raad en dreef ook mijn zus en vriendinnen behoorlijk tot wanhoop. Ik miste iemand die, al was het maar één keer, te midden van al het medische geweld, rustig met me ging zitten om alles op een rij te zetten. Wat gaat er gebeuren en waar moet ik op voorbereid zijn? Wat kunnen de bijwerkingen zijn van wat ik onderga? En ook, kunnen we je op een ander vlak misschien steunen? Ben je op de hoogte van wat ons Centrum Kwaliteit van Leven allemaal te bieden heeft? Wat bij mijn eerste ronde zo vanzelfsprekend leek, werd nu niet vanzelfsprekend aangereikt. Terwijl het misschien nog wel veel nodiger was dan tijdens mijn eerste ronde. Inmiddels gaat het, zowel fysiek en mentaal, veel beter met me. Ik sta hier en kan mijn verhaal doen. Geen idee wat me medisch nog te wachten staat. Maar na wat er deze zomer over me heen is gewalst, wil ik mijn kwaliteit van leven zo hoog mogelijk houden. Want het was een in alle opzichten schokkend dieptepunt in mijn leven. Inmiddels heb ik op eigen initiatief de weg naar het Centrum Kwaliteit van Leven gevonden. Het is er en ik wil er gebruik van maken. Niet zo uitgebreid als tijdens mijn eerste ronde, maar omdat ik hier de rest van mijn leven patiënt op zal blijven, wil ik me weer net zo thuis en veilig voelen. Dat lukt me nu. Ik voel me gehoord en gezien en hoef het niet alleen te doen. Deze week las ik over een onderzoek van de Borstkankervereniging naar behoeften en ervaringen met begeleiding bij uitgezaaide borstkanker. Daarin stond onder meer dat elk ziekenhuis sinds 2018 een palliatief team heeft, speciaal voor patiënten, naasten en hulpverleners die betrokken zijn bij mensen zoals ik. Uit het onderzoek is echter gebleken dat 3/4 van die mensen niet weet wat een palliatief team allemaal kan bieden. Dat het kan ondersteunen en adviseren over behandeling en klachten van mensen met uitgezaaide borstkanker en hun naasten. Het kan psychosociale begeleiding bieden en vragen over het levenseinde beantwoorden. Precies waar ik behoefte aan had, dus, aan had en heb dus. En daarom wil ik tot slot zeggen, het geldt voor dit ziekenhuis. Het Centrum Kwaliteit van Leven is er. En het is zo'n prachtige verrijking van de fantastische zorg. Rijk het bewust aan. Dat maakt echt een verschil. Dat was het. Ach, wat een prachtig verhaal. Wat een ontroerend verhaal. Ik wil één voor één reactie aan je voorlezen binnen hebben gekregen. En dat is, zeg alsjeblieft tegen deze sterke, lieve vrouw dat ik haar begrijp en dat ze een kanjer is. Dank haar voor het delen van haar ervaring en ze heeft me nu al geholpen. Nou, Caroline. Ga ik nu even huilen. Ja, heel goed. Oh, fijn. Echt heel bijzonder dat je verhaal met ons wilde delen. Dank je wel. Tja, en dan hadden we het natuurlijk over gemetastaseerde ziekte. En dan gaan we ook nog even op inzoomen. Ik ben ook eigenlijk een beetje van slag. Het is indrukwekkend. En jullie hebben hier natuurlijk ook zo vaak mee te maken. Vincent Deschentier,
met het accent op de J. Ja. Internist-oncoloog hier in het Antonie van Leeuwenhoek. En jij gaat ons meer vertellen over gemetastaseerde ziekte of chronische ziekte. Wat is het verschil? Ja, wat een heftig verhaal. En dank dat u dat wilde komen vertellen hier. Aan mij als hekkensluiter de taak om iets te vertellen over het verschil tussen uitgezaaide ziekte, gemetastaseerde ziekte en chronische ziekte. En daarbij wil ik benadrukken dat deze tegeltjeswijsheid, hoop doet leven, zo ontzettend belangrijk is voor patiënten in deze situatie met uitgezaaide ziekte, waarbij de kans het grootst is dat ze dat niet gaan overleven. Als iemand hoop doet geven, dan is het wel professor René Bernards, hier verbonden aan het instituut, die in mei 2013 in de wereld daardoor deze profetische woorden heeft gesproken, dat over 20 jaar de meeste vormen van kanker chronische ziekte zouden kunnen zijn, als we maar de voldoende financiële middelen zouden hebben. Nou, daar zijn heel veel mensen destijds overheen gevallen, specialisten, maar ook patiënten, over dat we vooral niet willen dat er valse hoop gewekt wordt. Maar wat ik zag is een man die heel gedreven is en enthousiast is en inderdaad hoop heeft en hoop wil geven aan de patiënten. Maar wat is dan de realiteit anno 2020? En een aantal dagen geleden is dit bericht in de kranten gekomen. Namelijk wat teleurstellend dat de vooruitzichten bij uitgezaaide kanker amper verbeterd zijn in 10 jaar tijd. Dat gold voor heel veel tumortypes, maar in mindere mate, of eigenlijk een stuk minder, voor prostaatkanker, melanoom, maar ook voor borstkanker. En dat wees naar een rapport van, van de kankerregistratie hier in Nederland, waarbij je deze getallen ziet. Onderaan de overlevingsgetallen van borstkankerpatiënten door de jaren heen, van 2004 tot 2018. En dan zie je dat van 22 maanden gemiddelde overleving we uiteindelijk naar 34 maanden zijn gegaan, bijna 3 jaar. En ik moet het eigenlijk goed zeggen, dus het gaat niet om gemiddelde overleving, maar het gaat om mediane overleving. En het verschil daarin is dat mediaan betekent dat 50% daaronder zit en 50% zit daarboven. En in de spreekkamer benadruk ik altijd die 50% die daarboven zit, om juist die hoop te geven en dat houvast te geven in de behandelingen. Wat ik in de spreekkamer ook heel vaak doe, is tekeningen maken om mensen wat inzicht te geven in hun eigen ziekte. En deze tekening maak ik ook heel veel aan patiënten die hier voor een tweede mening komen, om ook uit te leggen dat in geval van uitgezaaide kanker het zo ontzettend ingewikkeld is. En dat een kankercel zo ingewikkeld is, maar dat we steeds meer daarover weten en dat we steeds meer behandelingen hebben. Nou, dit is een kankercel. En hormoongevoelig borstkanker kenmerkt zich door de hormoonreceptor, de oestrogeenreceptor. En dat is een soort van antenne die gevoelig is voor het vrouwelijk geslachtshormoon, het oestrogeen. En op het moment dat het oestrogeen op die antenne gaat zitten, dan gaat er een signaal door de cel heen naar het DNA wat aanzet tot groeien en delen. En dat is precies wat je niet wil hebben bij een kankercel. Nou, er zijn allerlei hormonale, antihormonale behandelingen voor. En de eerste was tamoxifen. En heel simpelweg werpt dat een blokkade op die receptor, op die antenne, waardoor dat signaal niet doorgegeven kan worden. Een andere behandeling is de behandeling met een aromatase-remmer. Dat is een behandeling waarbij de aanmaak van die oestrogenen wordt geremd, waardoor uiteindelijk dat hele signaal daar niet komt. En nog een andere behandeling is die met vulvastrant, en dat zorgt ervoor dat die hele antenne wordt afgebroken. Nou, dat signaal wordt onderbroken en die cel wordt daarmee rustig gehouden. Helaas is het zo dat er ook andere signalen zijn die datzelfde teweeg kunnen brengen. Onder andere een enzym dat heet CDK4-6 of een enzym dat heet mTOR of PI3-kinase. Kunt u allemaal weer vergeten. Maar wat belangrijk om te weten is dat daar ook weer allerlei medicijnen voor zijn om die signalen te gaan remmen. Maar wat ik dan ook altijd zeg is dat er ook heel veel signalen zijn die datzelfde kunnen doen waar we nog niks van af weten. Of waar we nog maar weinig van af weten of waar nog geen medicijnen voor zijn. En dat maakt de hele behandeling van borstkanker zo ontzettend lastig. Dan begrijpen mensen ook beter dat dokters het zo ontzettend moeilijk hebben om te kunnen voorspellen welke patiënten wel of welke niet reageren op de behandelingen. Om een beetje hoop te geven. Dit is echt een patiënt van een van mijn collega's en die heeft in 1994 notabene de diagnose uitgezaaide hormoongevoelige borstkanker gekregen.
heeft een korte periode chemotherapie gehad in 1994 en daarna is ze overgegaan op tamoxifen, wat ze eigenlijk wel redelijk goed verdroeg. En dat had hele goede respons. En dit jaar is er nog een scan gedaan en er was eigenlijk geen ziekteactiviteit meer te zien. Dus is er sprake van een chronische ziekte of is deze ziekte zelfs genezen? Dit soort gevallen komen voor en dat geeft hoop. Nou, iets over een ander type kanker waar dokter Sonke al over heeft gehad, de HER2-positieve borstkanker. En hij zei het al, er is sprake van een bepaalde antenne, dat is een eiwit, dat heet HER2. En ook dat HER2 geeft een signaal door in de cel wat aanzet tot groeien en delen. En daar hebben we ook een medicijn tegen, dat heet trastuzumab herceptin. En dat is een antistof, een antilichaam in de fabriek gemaakt wat op dat HER2 gaat zitten en dat signaal onderbreekt. En sinds de ontdekking van dat middel zijn er allerlei andere middelen op de markt gekomen en steeds meer mogelijkheden wat de prognose van een die eerst ontzettend slecht was voor dit type borstkanker, opeens een stuk beter maakte. En we worden steeds slimmer. Er worden nu medicijnen gemaakt waarbij met een soort van touwtje een chemotherapie aan dat antilichaam vastzit. En dat werkt als een soort van paard van Troje, want wat gebeurt er? Dat antistof met dat HER2, dat wordt de cel ingehaald en op het moment laat het touwtje los en komt die chemotherapie heel specifiek in die kankercel om die kankercel daar kapot te maken. En dat heeft fantastische resultaten tot gevolg, nu al. Weer een voorbeeld uit de praktijk. Patiënt B, 2008, uitgezaaide borstkanker van het HER2-positieve type, die heeft twee soorten chemotherapie gehad en daarna trastuzumab tot met 2009 en daarna is ze ook nog eens keer geopereerd aan een uitzaaiing in de hersenen die vervolgens bestraald is. Momenteel gebruikt ze nog steeds trastuzumab en ook op de laatste scan is er eigenlijk geen ziekteactiviteit, geen ziekte meer te bekennen. Oftewel, ook hier zou sprake kunnen zijn van chronische ziekte of zelfs genezing. Nou, dit is de allerergste vorm van borstkanker, eigenlijk de triple negatieve borstkanker. Er zitten geen hormoonreceptoren op, er zit geen HER2-eiwit op en die reageren tot voor kort eigenlijk alleen nog maar op chemotherapie. Nou, belangrijk om te weten is dat er heel veel interactie is met de afweer, de eigen afweer. Je ziet hier weer die kankercel en kankercellen, of eigenlijk alle cellen, hebben de neiging om hun eigen eiwitten af en toe te presenteren aan de buitenwereld en ook aan die afweercellen. En die grijze bolletjes, dat zijn eigenlijk de normale eiwitten. En die worden niet herkend door de afweercellen, want dat zou ook heel onverstandig zijn, want dat zou betekenen dat er een ontstekingsreactie op gang komt tegen gezonde cellen. Alleen op het moment dat er allerlei foutjes in het DNA van zo'n tumorcel ontstaan, dan kunnen er eiwitten ontstaan die er heel anders uitzien dan normale eiwitten. En dat is dat paarse eiwit. En dat wordt dan wel herkend door de afweercel soms. En hoe meer foutjes er in het DNA zijn, hoe meer mutaties, hoe meer afwijkende eiwitten en hoe herkenbaarder dat is voor de afweercel, oftewel de T-cel. En daarmee wordt op het moment dat die verbinding wordt gemaakt, de T-cel, de afweercel, geactiveerd om uiteindelijk die kankercel dood te maken. Maar een kankercel zou een kankercel niet zijn als hij daar niet een oplossing voor zou vinden. En dat is door een verbinding te maken met die T-cel, waardoor uiteindelijk die T-cel een slapende T-cel wordt en niet meer die kankercel probeert dood te maken. Nou, dat hele principe, daar is de immuuntherapie op gebaseerd. Want die interactie tussen die kankercel en die afweercel, die moet onderbroken worden. En dat gebeurt door een soort van wig tussen te plaatsen met allerlei verschillende medicijnen, waardoor uiteindelijk die T-cel, die afweercel, weer geactiveerd wordt om die kankercel dood te kunnen maken. En daar zijn allerlei voorbeelden van, onder andere het middel nivolumab. Nou, weer een voorbeeld uit de praktijk. Een patiënt die in 2016 uitgezaaide triple negatieve borstkanker die diagnose kreeg, waarbij op dat moment de overleving gemiddeld genomen net iets meer dan een jaar zou zijn. Per toeval werd er gevonden bij analyse van het DNA van die tumor dat er heel veel mutaties in het DNA zaten, leidend tot heel veel afwijkende eiwitten en daardoor herkenbaarheid door het afweersysteem. Nou, op dat moment was net de TONIC-studie geopend door Marleen Kok. Iemand die heel veel onderzoek doet op het gebied van immuuntherapie hier in huis en ook echt internationaal bekend daarmee is. En die behandeling bestond uit nivolumab, immuuntherapie met chemotherapie en vervolgens alleen maar de immuuntherapie. En na 1 jaar nivolumab kon die behandeling gestopt worden en dat is in 2017 geweest. En ook op de recente scans geen activiteit, geen ziekte meer te zien. Oftewel, die patiënt is wellicht
met behulp van zijn eigen afweersysteem genezen. We begrijpen steeds meer, zoals ik net al heb uitgelegd en geïllustreerd aan dat plaatje. Maar we kunnen nog meer weten door een biop te nemen uit de kankercel, meestal uit een uitzaaiing, om daar het hele DNA van die tumor van begin tot het einde af te lezen, op zoek naar bepaalde mutaties die leiden tot actieve enzymen, die dan weer leiden tot celgroei. En we kunnen dat niet alleen doen door een heel vervelend biop te nemen, maar steeds beter ook door DNA van die tumor uit het bloed te vissen en die analyse daarop te doen. Circulerend tumor-DNA. Nou, dat hele principe heeft geleid tot een groot onderzoek hier in Nederland, het CPCT, waarbij er van allerlei patiënten met verschillende soorten uitgezaaide kanker biopten werden genomen en inderdaad dat DNA van begin tot het einde afgelezen werd. En ook onder andere van borstkankerpatiënten. En dat was een groep van ongeveer 500 borstkankerpatiënten bij wie dat gedaan was. En daar werd bij ongeveer 40% een mutatie of een afwijking in het DNA gevonden wat mogelijk tot een nieuwe behandeling zou kunnen leiden die anders niet gevonden zou zijn. Nou, patiënt D, E en F, allemaal uit mijn eigen poli. Die hebben allemaal zo'n biopt gehad en daar kwamen toch nieuwe dingen uit. Bij één patiënt 3 nieuwe mogelijke behandelopties en 2 daarvan die zijn ook daadwerkelijk al hebben plaatsgevonden met ook resultaat. Eén patiënt is op basis van die moleculaire DNA-analyse eerder gestopt met hormoontherapie, omdat we dachten, ja, dan gaat het dus niet werken. En ook bij haar waren er meerdere behandelopties extra in het verschiet. En een andere patiënt met 2 extra mogelijke behandelingen. Oftewel, we begrijpen steeds meer van die kanker. Nou, wat ook slim is om te doen, is ja, waarom gaan we niet al die patiënten opzoeken in Nederland die uitzonderlijk lang overleven na de diagnose uitgezaaide borstkanker. En dat heeft Gabe Sonke gedaan samen met Tessa Steenbrugge, een van de onderzoekers. En die hebben in ieder geval van de afgelopen jaren 215 patiënten weten te verzamelen. Dat is echt een hele opgave geweest, waar ook materiaal van is, die meer dan 10 jaar na de diagnose hebben overleefd. En die zijn dat op dit moment hard aan het onderzoeken of we begrijpen hoe dat komt dat die mensen zo ontzettend goed gedaan hebben. Nou, ik wil eindigen met nogmaals die tegeltjes wijsheid dat hoop inderdaad doet leven en dat met alle ontwikkelingen die er zijn, steeds meer begrip komt over wat kanker is en hoe we dat kunnen bestrijden. En de farmaceutische industrie helpt ons daar ontzettend mee met eigenlijk wel bij borstkanker ongeveer elk jaar wel weer een nieuw middel in de strijd tegen uitgezaaide borstkanker. Dus ik denk dat we terecht kunnen blijven dromen van, en dat het ook steeds meer realiteit wordt, van dat steeds meer mensen uiteindelijk borstkanker als chronische ziekte zullen hebben. En daar wil ik mee eindigen. Dankjewel, Vincent. Ja, eigenlijk is dan met jouw verhaal, komen we eigenlijk weer een beetje helemaal aan het begin terug bij waar Emiel Rutgers over begon. Hè. Die liet natuurlijk de prognose zien tegenwoordig. Hè. Dus dat we zeker in stadium 1 en 2 ontzettend hoog richting de 100% gaan. Hè, en eigenlijk zeg jij, jij maakt nu die hele cirkel rond met ook als de ziekte verder gevorderd is. Is nou die hoop, want ik krijg iemand zegt, je geeft een voorbeeld van een situatie bij iemand van heel lang geleden en dan nu nog steeds leeft en geen ziekte heeft. Is dat dan het voorbeeld waarvan je zegt, dat doet nou recht aan hoop doet leven? Ja, absoluut. Dat maakt in ieder geval dat we zien dat het kan. Dat de diagnose uitgezaaide borstkanker niet altijd hoeft te betekenen dat op korte termijn gaat eindigen. Alleen begrijpen we het nog niet zo goed. Sommige mensen zijn zo gevoelig voor bepaalde behandelingen. En is die kankersoort is gewoon wat simpeler en heel erg afhankelijk van een bepaald signaal van die hormoonrecepten of van het HER2-eiwit. Mm-hmm. Dat ze het met een relatief eenvoudige behandeling zo lang onder controle kunnen houden. En ook de ontwikkelingen met betrekking tot immuuntherapie, dat stemt ook heel erg hoopvol natuurlijk. Prima, want dat is inderdaad dan een van de nieuwste therapieën. En dan vraagt ook iemand, hoe is het, passen wij hier in het AVL ook TCAR-therapie toe? CAR-T-cellen, ja. Dat zijn aangepaste afweercellen. En dat is een gebied wat nog relatief onontgonnen is bij de
kankersoorten zoals wij die behandelen en onder andere ook borstkanker. En het AVL gaat daar zich zeker op toespitsen. En er gaat nog veel onderzoek komen in dit instituut naar die CAR-T-cellen. Dus daar zijn we erg hoopvol op. Oké, okay, ja. Dankjewel. Ook gezien de tijd vraag ik, houden we het kort, maar dankjewel voor je verhaal. En ik nodig Marie-Jean Franke-Peters nog één keer uit. Marie-Jean, we gaan afsluiten. Nou, wat een avond. Alles over borstkanker. Natuurlijk niet alles over borstkanker, maar echt een heleboel over borstkanker. Als eerste wil ik jou bedanken, lieve Carolien. Jij vertelt een waar verhaal waar wij met z'n allen ongelooflijk veel van leren, van kunnen leren, van moeten blijven leren. Ook samen met de Borstkankervereniging Nederland. Het is niet voor niets ook een van jullie speerpunten. Let heel goed op alle patiënten, ook met uitgezaaide borstkanker. Niet alleen alle medische, technische dingen, want daar hoorden we nu natuurlijk vandaag ook heel veel over. Maar echt ook alle begeleiding die er nodig is. We bieden een heleboel, maar we moeten meer zorgen dat het ook direct bij de patiënten die dat ongelooflijk hard nodig heeft, terechtkomt. Dat heb jij ons heel goed duidelijk gemaakt, Caroline. Vincent, ook ontzettend bedankt om toch na het verhaal van Caroline ons mee te nemen in de hoop die ook helemaal terecht is. Door allerlei nieuwe behandelingen en waar we nog steeds onderzoek naar blijven doen. Dat geeft ook echt terechte goede hoop voor heel veel borstkankerpatiënten. En alle andere sprekers, die hebben weer het hele andere palet behandeld. Van waar kan je weer minder? Ook dat is heel goed. Dus nogmaals, borstkankerbehandeling, borstkankerpatiënten. Iedere individu is er één, behoeft haar eigen behandeling. En wij zijn er als teams voor om te zorgen dat we dat op zo goed mogelijke manier kunnen doen. U heeft een heleboel kunnen leren hier vandaag. Bedankt allemaal. Ik vond het een bijzondere avond. Dankjewel, Marie-Jean Franke-Peters. En natuurlijk de andere sprekers die hier vanavond waren. Maar ja, vooral natuurlijk u bedankt dat u vanavond met ons mee heeft gekeken. Ik wil nog twee dingen tegen u zeggen. Want ja, wat maken we nu vanavond toch ook weer duidelijk? Dat is natuurlijk dat onderzoek. Wat is er toch ontzettend belangrijk? Onderzoek kost tijd, maar onderzoek kost ook geld. Ja, ik doe toch een beroep op u. We hebben als Antonie van Leeuwenhoek de Antonie van Leeuwenhoek Foundation. En met het geld wat op die bij de foundation binnenkomt, daar kunnen we onderzoek van financieren. Onder andere onderzoek naar immuuntherapie bij borstkanker, maar ook voor andere tumorsoorten. U kunt al vriend worden van de AVL Foundation voor maar €5 per maand. Nou, meer informatie, mocht u dat willen, vindt u op avlfoundation.nl. En verder wil ik nog zeggen dat we hebben heel veel vragen binnengekomen. Ik heb een selectie gemaakt van de vragen, maar we hebben echt niet alle vragen kunnen beantwoorden. Dat was gewoon niet gelukt qua tijd. Mocht u nou toch een dringende vraag nog hebben, dan kunt u die stellen. En als het goed is, is hier het e-mailadres van ons Centrum Patiënteninformatie zichtbaar. Daar kunt u uw vraag stellen en dan gaan we echt ons best doen om die zo snel mogelijk te beantwoorden. Ik kan niet beloven dat het dan meteen al morgen is, maar we gaan daar echt heel erg ons best voor doen. Dus heeft u nog een dringende vraag, mail hem naar centrumpatienteninformatie@nki.nl. Nou, tot zover. Nogmaals heel erg bedankt dat u erbij was. En tot ziens.